a crashing plane or a diploma. Prachtig, prachtig, prachtig. Vrienden! Vrienden! Vrienden en partijgenoten. Wat geweldig dat jullie op deze speciale oudejaarsbijeenkomst van onze partij zijn gekomen. Fantastisch. Fantastisch, werkelijk. Het is politiek gezien een ingewikkelde tijd. We hebben verkiezingen gehad, we hebben verkenningen gehad, we hebben gesprekken gehad. Het duurt allemaal veel te lang. Wie is er klaar voor echte oplossingen? Ja, toch? Dat is wat het is. En wij zijn natuurlijk de partij met de oplossingen. Natuurlijk, er is in Nederland bijvoorbeeld een enorm personeelstekort. Dat gaan we oplossen. En dat gaan we oplossen door de overbodige, decadente beroepen op te heffen, zoals de barista. Het van de pot gerukte idee dat je gelukkig zou worden van je café latte mocha met je opgeschuimde biologische havermelk en je hartje van cacaopoeder is afgelopen. Vanaf nu is er gewoon koffie. Koffie! En dat wordt geserveerd door iemand met een studieschuld. Maar ook andere grote sociale problemen gaan wij oplossen, partijgenoten. Een paar voorbeelden. Wij gaan ervoor zorgen dat de provincie goed openbaar vervoer krijgt. Dat ze kunnen ontsnappen. Leuk dat je er bent. Iets te vroeg klaar. Wij gaan ervoor zorgen dat er een raadgevend referendum wordt ingevoerd. Moet Johan Derksen van TV of dood? En iedereen die gewoon aanvaardt dat de rijken steeds rijker worden en de rest er toch eventjes wat minder heeft, krijgt voortaan korting bij de voedselbank. Of zijn eigen lichaamsgewicht in Red Bull. We gaan natuurlijk ook de grote problemen oplossen. De grote problemen. De grote problemen zoals ze zijn, de asielzoekers. Heel veel mensen hebben problemen met asielzoekers. En dat gaan we oplossen, want niemand heeft er problemen mee als mensen naar Nederland komen om te werken. Ja, toch? Dus we gaan zorgen dat asielzoekers allemaal aan het werk kunnen. We gaan bij Ter Apel een enorme fabriekshal neerzetten, zodat ze nooit buiten hoeven te slapen. En dan kunnen ze in die fabriekshal zonnepanelen in elkaar zetten. En wat de Chinezen kunnen met Oeigoeren, kunnen wij natuurlijk ook met onze eigen asielzoekers. Geheel vrijwillig. Vrijwillig! Als je 1000 zonnepanelen in elkaar geknutseld hebt, dan wordt je asielaanvraag volle week eerder in behandeling genomen. Wij gaan optreden tegen een aantal grote sociale misstanden. Wij gaan optreden tegen restaurants met één concept. Huh? Wij gaan optreden tegen alles dat zich hybride noemt en greenwashing in de ruimste zin des woords. Wij gaan optreden tegen alles dat rijmt op of smaakt naar een krompoes. Wij gaan optreden tegen van die lekkere zachte shirts met zo'n keihard labeltje in je nek. Wij gaan optreden tegen genderopsommingen met meer dan 5 letters. En Suzanne en Freek. De boeren! De boeren! De boeren zijn het probleem helemaal niet. Wij zijn het probleem, wij eten met z'n allen veel te veel vlees. Als we vanaf nu allemaal gewoon boeren gaan eten, zijn alle problemen opgelost. En om de voedselverspilling tegen te gaan, let op, komt er een voedselkliklijn. Voedselkliklijn. Dat is een lijn en die kan je bellen als je ergens aan het eten bent, bijvoorbeeld bij vrienden of in een restaurant. En je ziet dat er eten wordt weggegooid. Dan bel je die lijn, geef je die mensen aan en worden er maatregelen genomen. Niet alles wat de Duitsers bedacht hebben was een slecht idee. Of zoals ze in ons koningshuis zeggen, als je je lidmaatschapskaart maar op tijd weer vernietigt. Ik voelde net een beetje onzekerheid van jullie kant bij ons agrarisch beleid, dat begrijp ik. Wij hebben ons agrarisch beleid nog steeds niet volledig bekendgemaakt. Sterker nog, dat gaan wij pas doen als ik zeker weet dat mijn laatste adreswijziging niet is doorgedrongen tot Farmers Defence Force. Dank u wel. En om de welvaartsziekte te lijf te gaan, komen er bij alle supermarkten verplicht bij de groenteafdeling aanmoedigingsteams. Dat zijn jonge mensen, en het mogen best vrouwen zijn, die de aubergines glimmend oppoetsen, weet je. Dat je echt zin krijgt in die prachtige paarse rakkers. En in de binnenring waar het snoep is en de chips en de andere troep, daar zetten we overjarige, vatsige acteurs neer die je al roggelend de deur uitjagen. Flikker toch op hier. Niet doen, niet doen, niet doen. Thomas Agda, Frank Lammers, u kent ze wel. Later zullen alle echt serieus vet en zoete producten in uw supermarkt per dag minimaal 3 keer van plek worden verwisseld. Zodat uw stappenteller op minimaal 12.000 staat
voor u ook maar in de buurt bent van de roze koeken of de bifiworstjes XL. En we gaan de jeugd helpen. Telefoons worden niet alleen verboden op school, schoolplein, maar ook thuis. En vapen mag alleen nog maar in de smaken witlof, andijvie en spruitjes. Er is geen lerarentekort. Er is een leerlingenoverschot. En ook dat gaan we oplossen door de klassen kleiner te maken. Kleinere klassen. Maximaal 20 leerlingen per klas. En als je dus morgens op school komt, klas is vol. Lekker terug naar huis fietsen. Volgende morgen eerder je bed uit. Waarmee de problemen in het onderwijs zijn opgelost, dank u wel. Dan is er nog één groot gebied waar we allemaal zorg over hebben. Dat is inderdaad de zorg. En u hoort aan mijn stem, het is nu even serieus. Er zijn in dit land grote problemen in de zorg. Ik bedoel, kijk om je heen. Wij waren onlangs in Nieuwegein op werkbezoek. Wij waren op werkbezoek in Nieuwegein, in ziekenhuis Nieuwegein. Ziekenhuis Nieuwegein is een ziekenhuis in Nieuwegein. Dat heet ziekenhuis Nieuwegein, want dan kunnen ze het vinden. In ziekenhuis Nieuwegein hebben ze een vrij goed idee ontwikkeld. Als je daar als patiënt terechtkomt, let op nu, dan vragen ze familieleden uit de omgeving of ze willen bijspringen in de zorg. Dit vinden wij een heel goed idee. Dat zullen wij noemen het nieuw sociaal contract. Dat is een beetje het idee. Ook wel de doe-het-lekker-zelf-maatschappij. En een persoonlijke noot, als u toevallig familie heeft in de regio Nieuwegein, dan lijkt actieve euthanasie mij voor beide partijen de beste oplossing. En we gaan natuurlijk ook het bedrijfsleven aanpakken, met name de zogenaamde CEO's, de echte top. De CEO's van alle stinkende en vervuilende bedrijven, zoals er is Schiphol, Tata Steel, Chemours, moeten allemaal met hun volledige gezin op maximaal 500 meter afstand van hun eigen stinkende fabriek gaan wonen. Want dat, partijgenoot, is waar wij voor staan. Sociaal, rechtvaardig, visie en daadkracht. Want wij zijn allemaal van Duitse bloed en hebben de koning van Spanje altijd geëerd. Precies. En daarom beloven wij u voortaan altijd mooi weer op vakantie. En elk jaar een oudejaars van Lebbes en Jansen. Dank u wel. Dank u wel. Ja, toch. Ja, toch. Dank u wel, dank u wel. Goedenavond. Wij zijn Lebbes en Jansen. Hoe is het met jullie? Dit is het? Is dit alles? Oké. De tyfus. We zijn na 17 jaar terug. Ik stel aan een uitverkochte kleine komedie de vraag. Wij zijn Lebbes en Jansen. Hoe is het met jullie? Domme. Dat is de en spontaan ook. Ja, dat vind ik het allerleukste. Lekker een losse vrijdagavondzaal. Heerlijk. Jezus, wat leuk. En het is hartstikke spannend voor ons ook. Weet je, na 17 jaar dan sta ik weer naast die gast die er altijd doorheen komt. En het is voor mij ook spannend. Ik ga, beseffen weinig mensen, ik ga voor het eerst in 17 jaar ga ik weer een beetje piano spelen. Het is best eng na zo'n tijd. Althans, hij speelt alleen piano als jullie dat willen. Dit is zeer. Ik zal even. En nou opletten. He? Opletten wat er gebeurt als hij dit intro inzet. Kijk om je heen. Voel de emotie. Nooit meer terug. Lebbes, er reageren 7 mensen in totaal. Vrienden! What the fuck is dit? Het is mijn hitje. Hebben jullie überhaupt een idee wie wij zijn? Hij is Lebbes, ik ben Jansen. Na 17 jaar zijn we terug in de kleine komedie, onze thuisbasis. What the fuck is er aan de hand? Ja, oké, maar goed. We gaan gewoon beginnen. We zien wat loopt. 35 jaar. 35 jaar weet je, elke keer weer het woord van jaar. Daar moesten we bijna altijd mee beginnen. Jezus, dit jaar is het grijflatie, weten mensen natuurlijk. Lezen de krantjes. Grijflatie, dat betekent er is. Je hebt zeg maar inflatie, prijsverhogingen. En dan gooi je de ondernemers er gewoon extra stiekem zelf nog wat bovenop. Wat ze in de zak kunnen steken. Dus eigenlijk is de echte inflatie gewoon veel minder dan we denken. Dus het is heel goed nieuws. Het is zo leuk om met een econoom te toeren. Dat kan je me niet voorstellen. Het is het woord van het jaar. Ik vond het een verkeerde keuze. Voor het eerst dat ik me ermee bezig hield. Wat mij betreft is het woord van het jaar wel een economisch woord. Namelijk krimpflatie. En waarom krimpflatie? Omdat u daar allemaal mee te maken heeft. Ja. Ik zal het heel kort uitleggen. Want ik voel dat het nodig is. Krimpflatie betekent heel simpel gezegd. Je gaat naar een supermarkt. Je koopt een product wat je altijd koopt. Het product ziet er hetzelfde uit. Het zit in dezelfde verpakking. Je betaalt hetzelfde bedrag. Maar er zit minder in. Ze hebben hem al. Wat een fucking intelligente zaal is dit. Je koopt een product. Zelfde uiterlijk, zelfde prijs, alles hetzelfde. Maar er zit minder in. En zo, Amsterdam, worden jullie genaaid. En dat is krimpflatie. Het enige wat ik ervan kan zeggen is als u vanavond alweer om 9:30 buiten staat. 2023. Jazeker. Laat ik het zo zeggen, hij is econoom en ik ben doodmoe. Flikker op, zeg ik. Jezus. Ja, maar goed, weet je, kijk, toen we begonnen, weet je, na 17 jaar, moesten we even kijken, weet je, of het nog een beetje leeft. Of ons, het publiek, überhaupt nog leeft.
Nee. Ik kijk even de zaal in. Ik vind hem best wel. Leuke avond. Dus, nee, en we moesten iets doen op social media. Nou, ik ben niet zo van social media. Weet je, ik ben meer van vrienden en Dolf is meer van, zeg maar. Zo verdeeld. Ja. Ik ben op de socials actief al een jaar of 10. En als je mij volgt, weet je, ik word heel veel beledigd en uitgescholden. Dat is wat het is. En Levens vroeg mij vorige week van, is het niet zwaar voor je dat je elke dag wordt uitgescholden op de socials? Elke dag. Elke dag en echt niet één keer. En ik zei, ik word er mentaal heel sterk van. En dat is echt waar, ik word mentaal heel sterk van wat er gebeurt. Een week geleden noemde iemand op de socials mij wandelende taugé. Dat was de omschrijving. Ja, u vindt dat grappig. Wandelende taugé. Ik vond vooral wandelend echt beledigend. Keihard is hij ervan geworden. Echt, jongens, ik heb er zin in. Ik zweer het. Weet je, om het bekend te maken wat leuk is, na 17 jaar zijn we naar het tv-programma gegaan, naar Bo. Eén keer. He, we zijn naar Bo gegaan. Half mei. Ja. Half mei zaten Levens en Jansen bij Bo van Erven. Dorens. Daar zaten wij. En dus op zich, ik vind Bo is een leuk programma. Leuk vindt ook. He? Leuk programma, niks mis mee. Nee. Absoluut. Ik kijk er graag naar. Ja. Thuis is het ook heerlijk, een beetje seppen, een beetje pissen. He, maar... Nee, maar als je er bent, dat wist ik ook niet, als je er bent, mag je dus niet weg. Je kan niet weg. Je zit aan die tafel en dat is je het. Kan niet weg. Je kan niet weg. Je zit in een fucking studio, die tafel is de Gaza-strook van RTL 4. Je kan nergens heen. Je kan nergens heen. Hey, dus wij zaten daar en toen dacht ik, nou ja, Levens en Jansen, ja, we zijn misschien wel het eerste onderwerp. Wij waren niet het eerste onderwerp. Nee. Het eerste onderwerp was Mia en Dion. Ja. U herinnert zich die week. Nou. Die week, er begint één vrouw te huilen. Uit deze kant. In die week waren de eerste opnames uitgelekt van de soundcheck van Mia en Dion. Oh ja, nou steek je niet. En Mia en Dion was ons duo voor het Songfestival. En nou, misschien herinner je dat. Het was een duo, ze bleken elkaar eigenlijk niet te kennen. En hadden ook zo te horen alle twee een ander liedje. Nee, maar dat was de gimmick. Dat was de gimmick. Twee liedjes. Dat klonk echt nergens na. Dat is oké. Die opnames worden trouwens tegenwoordig in China gebruikt om Oeigoeren te heropvoeden. Die moeten... Nee, maar dat was het onderwerp. En toen kwamen er drie deskundigen. En ik doe dit, want wat kan je nou zeggen over twee mensen die vals zingen? Maar dat kagelt, jongen. Dat titterde een half uur, 40 minuten. Drie kwartier. Wij zitten drie kwartier aan een tafel. Wak. Nou ja, ik ben 64. En het aftellen is voor mij echt wel begonnen. Snap je? En ik zat daar en ik zag mijn leven zo tok, 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 tok. Ik denk, oh nee, niet hiermee. Niet hiermee. Ik heb, na drie kwartier Levens onder tafel wakker geschopt. Ja, goddank. Ik denk, nu zijn Levens en Jansen. Ja. Toen zat er rechts van mij nog een zanger, Anton. Ja, Anton. Zei mij ook niks. En Anton, ik wist dat niet, die bleek al drie hits gehad te hebben. Die waren aan mij voorbij gegaan wegen smaak. Maar Anton, dank u wel. Maar Anton, die zat daar. Die jongen is 23. Er was een documentaire over zijn leven gemaakt. Van anderhalf uur. Ik zeg, lul, je bent 23. Wat heb je meegemaakt dan? Ja. Kom maar door. Anton, die moet gewoon lekker lid worden van de Club van 23. Hè? Dat zijn jonge mensen die op hun 23ste besluiten iets zinnigs met hun leven te doen. Wat zijn jullie cynisch? Toen was het rond middernacht en toen waren Levens en Jansen aan de beurt. Eindelijk. Want er waren geen andere gasten meer. Nee. Die waren op. Wij dachten, er komt een diep interview. Er kwam één vraag. Dat was het, hè? Eén vraag. Na 17 jaar. Weet je wat er allemaal gebeurd is? Eén vraag. Jezus. Dus hij kijkt ons aan. Hij zegt letterlijk, Levens en Jansen, waarom? Dat was het. Het hele interview. Dat was het interview, hè? Waarom? Ja? Ik kijk Levens aan over tafel. Ik zie paniek in zijn ogen. Echte gemeende echt, paniek. Zie ik elke avond. Ja? Ik denk, ik moet nu een antwoord geven. Ik zeg, nou ja, niemand zit te wachten op Rutte 5, 6, 7. Nee, niemand wil dat Groningen nog onverwachts gaat beven. Niemand is van plan Suzanne en Freek iets te vergeven. En iedereen wil weten wat de zin is van het leven. Niemand zit te wachten op B-keus BBB. En niemand weet iets zeker. Geef het toe, het is oké. Niemand wil nog rappen op een track van Ali B. En iedereen wil weten waar en hoeveel stijgt de zee. Niemand wil echt 40.000 varkens in een flat. Niemand meent excuses echt, want sorry, dat is een smet. Niemand denkt bij Caroline, daar wil ik mee naar bed. En iedereen denkt stikstoffeiten, gooi maar in mijn pet. Geen zorgen voor morgen, geen last op je rug. Levens en Jansen zijn terug. Niemand zit te wachten op een land doordrenkt met mes. Niemand is graag achterblijver, overschot, de rest. Niemand voelt zich beter dan een inwoner van. Best, en iedereen stemt Omtzigt, dat is een interessante test. Niemand zit te wachten op Tata schoorsteenrook. Niemand wil Henk Bleker überhaupt of waar dan ook. Niemand werd ooit interessanter van een lijntje coke. En iedereen streept cancel culture graag weg tegen woke. Geen zorgen voor morgen, geen last op je rug. Levens en Jansen zijn terug. Niemand zit te wachten op die blauwe envelop.
Niemand met verstand, hij is ooit nog blauw-wit-rood in top. Niemand denkt oprecht, ik ben gelukkig, want ik shop. En iedereen denkt, Thierry gast, houd toch eens je kop. Geen zorgen voor morgen, geen last op je rug. Geen trein met vertraging, geen wijd open brug. Geen tijd te verspillen, maar vliegens en vlug. Lebbes en Jansen zijn terug. Ja, 2023. Oké, wat wij deden, dit is echt waar. 35 jaar geleden gingen wij cabaret maken. En we gingen gelijk een oudejaars maken, vonden wij leuk. En wat we toen deden, deden we dit jaar weer. Het was een beetje half mei. En we gingen praten over het jaar. En dat deden we net als toen bij Lebbes thuis. Ja. Hij woont nu iets groter, maar verder precies hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde verhaal. Behoorlijk. En ja, dat kwam ook een beetje door je huis toen. Dat was natuurlijk wel vrij. Dat was wel een heel klein, ja, dat schuurtje. Wij ja, praten over het jaar. En we waren het gelijk eens over één ding. En dat is echt veel makkelijker werken. Je praat over grote veranderingen. In dit land, in de samenleving. En daar hadden wij het over. En toen viel ons op dat veel mensen die wij spraken zich een beetje verdwaald voelden. Sterker nog, wij zelf ook vaak. Omdat je weet, er zijn grote veranderingen gaande. Omdat je weet, we moeten ongeveer die kant op, maar dan. Weet je wel. En ook de laatste maanden spreken we elke avond andere mensen. Veel mensen voelen zich verdwaald. Veel mensen weten, die veranderingen zijn nodig. Veel mensen weten, we moeten die kant op. Maar veel mensen hebben geen idee van de route. Ja, en dan bedoelen we verdwaald niet in de zin van paniek, van maar gewoon bijna spannend. Weet je, we weten dat we die kant op moeten. We staan voor een soort zevensprong. Het kan alle kanten op. Er zijn zoveel mogelijkheden. Weet je, dat gevoel. En het was half mei, hè? Dus hebben we gepraat en dan ga je alle twee een beetje schrijven en in juni een beetje spelen. Ja. Maar net daarvoor, het was denk ik de eerste 2-3 dagen van juni, was ik in Engeland. En ik was in een gebied wat je misschien kent van naam. Dat heet de South Downs. De South Downs. Het is een heel groot natuurgebied. South Downs, het ligt een beetje ten zuiden van de North Downs. Ja, weet hij allemaal. Oké, en ik was daar, en dit lijkt een grap, maar is echt waar, ik was daar op verdwaalcursus. En ik kende het concept niet, maar het bestaat. Ik was daar met een man die de natuur kent en de routes begrijpt en shit. En heeft boeken geschreven over de natuur en hoe je je weg vindt. En ik vertelde de laatste tijd heel vaak aan mensen, afgelopen juni was ik op verdwaalcursus. En er zijn er altijd vrouwen die zeggen, dat kan ik al lang. Maar goed, wat om gaat. Ik voel spanning. Ja, jij ook? Er staat er niet één op, dus het kan. Nou ja, ze staan niet op, ze kunnen de uitgang niet vinden. Wat mij om gaat. Oh, nu eentje, toch? Eindelijk. Nee. Ik ben op verdwaalcursus. Ik wist het zelf ook niet. Oké, wat er gebeurt is dit. Je bent in een gebied wat je niet kent. En die man leerde mij dingen. Hij zegt, let op, de signalen om je heen. Er zijn altijd signalen die jou helpen de weg vinden. Dus ik kijk die man aan en hij zegt, let op de windrichting. Hoe gaan de wolken, hoe staan de takken, hoe staat het gras? Hij zei, let op de kleinste details. Hij zei letterlijk, je wandelt ergens. Er is een plasje op het pad waar je wandelt. Zelfs dat plasje kan jou vertellen waar je heen moet. Ja, of bordjes. Sorry. Ja, toch? Lebbes is van de korte cursussen. Wat ook logisch is, want hij is al heel oud. Nou, wat ik wou vertellen is dit. Ik ben daar, ik wil dingen leren. Ik wil dingen leren over verdwalen en de weg vinden. Toen zei hij, oké, stel je voor je bent verdwaald. Je bent in een groep. En je bent verdwaald en zei, er kunnen twee dingen gebeuren. Het eerste wat kan gebeuren is, je krijgt ruzie met degene wiens schuld het is dat je verdwaald bent. En daar zit je nu meestal naast. De andere optie, dat iemand in de groep de leiding neemt. Oh, dat doe ik wel. En daarvan zei hij, daar moet je nooit naar luisteren. Ik heb in dienst gezeten. Hij kent Lebbes niet eens, maar hij zegt als iemand in een groep de leiding neemt, is het iemand die denkt dat hij de weg weet. Die weet meestal de weg niet, dus daar heb je niks aan. Ik wel. Dus ik kijk die gozer aan en ik zeg, Jozef, wat moeten we dan doen? En toen zei hij het volgende. Stel je voor je bent verdwaald. Ja. When you're lost, what you do is, you sit down and you make a cup of tea. En dat klinkt bizar, maar dat betekent, je bent met een groep. Iemand gaat hout zoeken, iemand gaat water zoeken. Iemand gaat iets zoeken om überhaupt thee in te zetten. Uiteindelijk zet je thee, je gaat zitten en dan eens kijken, waar zijn we eigenlijk? Dat is toch mooi? Dat is toch prachtig? Dat is toch typisch Engels ook? Weet je, dat je denkt, ben midden in een bos, er heeft vast wel iemand een theezakje bij zich. Weet je? Hoe groot is die kans? Ja, dus? Heel goed getimed. Nee, maar dat willen we eigenlijk doen vanavond. Weet je, we eigenlijk vanavond, gewoon het einde van het jaar, eens even kijken, hoe ver zijn we, hoe verdwaald zijn we, wie zijn er verdwaald, weet je, dat gevoel. Wij zagen op 7 oktober dezelfde dingen die jullie zagen en alle beelden daarna. Ja. Dat er iets zo vreselijks gebeurde dat je het bijna niet kan bevatten. Je praat over Israël, je praat over het Midden-Oosten. En wij hebben het idee, laat ik het dan zo zeggen. Wij hebben het idee dat iedereen daar die aan het vechten is, verdwaald is. Simpel gezegd, aan welke kant je ook staat. Als je vecht om iets te bereiken wat je wil bereiken. Als je geweld gebruikt om iets te bereiken wat je wil bereiken. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En wij noemen dat verdwaald. En dan kijk je in dit land. Heel veel van jullie zullen er wat bij voelen of iets van vinden.
vrij veel mensen spreken zich liever niet uit. Want voor je het weet sta je aan de verkeerde kant, hoor je bij het verkeerde kamp. Ja, nee, we schrijven wel columns en zo. Maar als je ook maar iets schrijft over wat er allemaal in Israël is gebeurd. Je zit altijd naast. Je krijgt altijd, je moet dat vergeten, je moet dat doen. Weet je. Het is altijd... En toch is er één ding wat ik wil zeggen. Dat is wat er voor mij boven is komen drijven. Dat is het woord wraak. De bijna ongebreidelde wraakzucht die er is. En met wraak, weet je, dat lost nooit wat op. Want je speelt nooit kiet met wraak. Het is nooit zo dat je zegt, nou, nog 1000 doden bij jullie en dan zijn we kiet. Dan is het oké, een beetje. Nee. En toen dacht ik, weet je, ik ga eens kijken wat er in de Heilige Schrift geschreven staat over wraak. Wat Lewis heeft gedaan voor jullie, voor deze avond. Ja. Hij heeft de Heilige Schrift gelezen. De hele Heilige Schrift. Echt het oude, de nieuwe, de relatieve soort. Maar niet alleen de Heilige Schrift. Ja. Hij heeft ook de Koran gelezen. Dat is dan in andere volgorde. Hij heeft de Torah gelezen. Hij heeft de Bhagavad Gita gelezen. Hij heeft persoonlijk de Dode Zeerollen uitgerold. Nee, om ze ook te... Voor jullie, hè? Nou, nee, er zat ook wel een luisterboek tussen. Een luisterboek is er ook. En twee keer gewoon de film. Maar... Nee, maar waar het om gaat is dat wraak in de heilige boeken... ben ik achtergekomen, dat hangt er vanaf waar die openvalt. Hij kan openvallen op oog om oog, tand om tand. Voet om voet, hand om hand, daar kan hij op openvallen. Of hij kan openvallen op... Ongelovigen dienen in kleren van vuur met kokend water overgoten te worden. Dat is een letterlijke quote, hè? Ja. Maar hij kan ook openvallen op... Wees barmhartig. Keer de andere wang toe. Met vergeving kom je in de hemel, niet met vergelding. Wat leer je ervan? Wat leren wij ervan? Dat iedereen die zegt, dit is mijn heilige boek... dat betekent, dit is mijn land en jullie moeten allemaal optieven. Het staat namelijk in mijn heilige boek. Het is per definitie niet waar. Het hangt vanaf waar die openvalt, hoe je het leest, hoe je het interpreteert. Dat is wat het is. Dat is wat een heilig boek is. Het is gewoon feitelijk niet waar. En wij zien al die fucking vreselijke beelden en nog steeds elke dag. Ja? En dan zoek je naar iets van een lichtpuntje. Het is nu einde van het jaar. En ik weet niet of jullie vandaag het nieuws gevolgd hebben. Maar vandaag kwam er één lichtpuntje voor mij. Je bedoelt dat dingetje van de Bijbel? Ja, maar ik vind het echt een serieus ding. Ja, nee, maar het is goed, nou ja, maar het gebeurt... Oké, weet je, eens in de 25 jaar wordt de Bijbel opnieuw vertaald. Uit het Hebreeuws, omdat ze nieuwe inzichten hebben. Ja. En dat doen ze elke zoveel jaar, doen ze dat ongeveer 25 jaar. En er is nu een nieuwe, recente Bijbelvertaling. En daarin staat, daaruit blijkt dat zeg maar, wat er gebeurd is met Mozes en Abraham in Palestina en zo... dat was niet in Palestina, maar dat was op Texel. Ja, dat zet voor mij het hele verhaal in een ander licht meteen. Toch? Als je alleen al de kruisiging van Jezus neemt, wat ik zelf een van de leukste stukjes vond. Ik bedoel, die hele kruisiging van Jezus was dus niet op Golgotha. Dat was gewoon vlak buiten de Koksdorp. Dat is toch een ander verhaal meteen, vind ik. Ja, weet je, en dat hele zeg maar, lopen over water. Dat is gewoon wat lopen. En weet je wie ook verdwaald waren? Ik wacht even, want er moet iemand weg. Ik hoop dat het goed gaat. Goed? Gaat prima. Nou, we horen niks, dus dan zal prima. Dat is een beetje een samenvatting van jouw seksleven. Ja, nee, maar als mensen weggaan, dan gaat iedereen letten op. Ik zeg iedereen kijken, gaat iemand weg, weet je wel. En dan luisteren ze niet naar jou. Maar het is allemaal oké? Vind ik rot voor je. Je weet het niet, iedereen wat is die mensen weggaan? Ik vind het vrij vroeg. Ik vind het vrij vroeg. Ja. Nee. Dat kan tegenvallen, begrijp ik ook wel. Het was een vrouw en ze deed zo naar jou. Dus ik dan was het een ex. Nou, dan kan het er maar één zijn. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Er zijn mensen die denken dat we deze vrouw laten weglopen voor deze grap. Nou, echt niet, hè? Echt niet, dat was die vrouw. Oké, en door. Dat kunnen we niet betalen. Op de supermarkt. Die waren de weg even lekker kwijt dit jaar, hè? Je hebt zwerfafval. Want ze moesten maar één dingetje krijgen als extra ding. Ze moesten de blikjes innemen. Ik weet niet waarom je daar praat, ze moesten de blikjes innemen. Om te kijken of dat grappig is, maar dat was niet zo. Simpel gezegd. Dan ga ik weer normaal praten. Snap je? Soms denken mensen, Lewis is in de war, en dat is wel waar. Hij is een week of 6, 7 geleden vrij hard met een paraplu tegen zijn hoofd geslagen. Dus het zou kunnen... Dat ja, was een man die zei, mag ik even oefenen? Pok! Nou ja, goed. Supermarkt, blikjes, daar zijn we weer. Het gaat om blikjes. Je hebt zwerfvuil, ook in deze stad, elke stad waar wij spelen, je hebt zwerfvuil. Nou hadden ze bedacht, elk blikje is 15 cent, en dan gaan mensen dat inleveren. Goed idee, supermarkten zouden dat doen. 1 bijwerking is deze. Over waar wij kwamen de afgelopen 4 maanden, dan loop je even de stad in. Dan zie je van die openbare prullenbakken. Die worden dan volledig omgetiefd. Waarom? Overal zijn zogenaamde dak- en thuislozen. En dak- en thuislozen weten ook van die 15 cent per blikje. Dus die tieven die hele prullenbak om, nemen die 4 blikjes mee... en de rest blijft liggen voor jou als je de Labrador uitlaat. Dat is wat het is, jongens. En hier ook, en als je het ziet, zeg er even wat van. Zeg dan, hey gast, doe je thuis ook. Weet je, gewoon even de beuk erin. Ja. Oké, echt waar gebeurt verhaal. Dit heb ik meegemaakt. Ik was op een gegeven moment ergens en er waren 2 jongetjes. 11 jaar, misschien 12 jaar, maar niet ouder. En die hadden zo'n metalen stang met zo'n grijpertje. En die konden in elke vuilnisbak feilloos alle blikjes zo eruit halen. Ja, die bedoeld zijn voor de dak- en thuisloos. Als je op die leeftijd al steelt van dat soort mensen. Ja, zo is het fascisme begonnen. Die zou ik even in de ijskast zetten tot na de onderhandelingen.
Wij praten over verdwaalde mensen. En het valt ons op, het zijn vrijwel mannen, althans die verdwaald zijn. Nee, we gaan verder over die blikjes. Dat zeker nog even door over die blikjes. Ja, want dat hebben we nog lang niet afbehandeld. Afbehandeld? Ja, afbehandeld. Laat mij nog maar lekker met die paraplu op mijn hoofd. Zolang mensen erom lachen, ga ik ermee door. Wij samen, als Lemmens en Jansen zijn de blikjes hebben ingeleverd. Ja. Het gaat niet om onze eigen blikjes, maar van de mannen hierachterin. We staan aan de goede kant. Dat is wat het is. Er zitten twee mannen achterin, onze crew. En daar werken we mee samen, dat is hartstikke goed. Ja. En als je dan een leuke avond hebt, dan hou je blikjes over. Dat begrijpt u ook wel. Ja, want we gingen vieren dat we 17 jaar geleden... Dan hou je blikjes over, weet je wel. Het is helemaal niet erg. Gewoon 300-400 van die halve liter blikken, weet je wel. Euroshopper bier, ik herinner me het merk. En Lewis en Jans hebben die ingeleverd. Het ging niet om de aantallen, maar het ging erom. Wij gingen met die lege blikjes, zijn we een paar dagen later naar de supermarkt gegaan. Netjes samen inleveren, weet je wel. Ik weet nog, eerst het blikje, we leggen hem zo erin. Hij doet zo... Hij wou hem niet hebben. Hij wou hem niet hebben. Er zat een butje in. Er zat een krasje op. Je moet tegenwoordig je blikjes behandelen. Alsof het een vaas uit de Ming-dynastie is. Met witte handschoenen. Wil je hem alsjeblieft hebben? We hebben al die blikjes door het gat getiefd. We hebben het aan de grond ingeromd. Weet je wat ze met die blikjes doen aan de andere kant? Pak het eens fijn. Graag gedaan. Rubianus. Een van de verdwaalde mannen van dit jaar heet Rubiales. Die naam herinner je je vaag van de zomer. Rubiales was de baas van het Spaanse voetbal. Rubiales was de baas van het Spaanse voetbal. En voor mij is hij symbool voor alle mannen die de dienst uitmaken in wat wij de voetballerij noemen. De Spaanse bond, de KNVB, de FIFA, de UEFA, maakt niet uit. Het is allemaal een bepaald soort mannen. En Rubiales is symbool. Wat er gebeurt is, de Spaanse voetbalvrouwen worden wereldkampioen voetbal. Dat was verrassend, hartstikke mooi. En tijdens de wedstrijd zit de heer Rubiales op het ereterras en trekt hij de aandacht naar zichzelf toe. Dat is wat er gebeurt. Oké. Tot daaraan toe. Die Spaanse vrouwen worden wereldkampioen, die worden gehuldigd, krijgen een medaille en shit. Op dat moment wist die heer Rubiales wederom de aandacht volledig naar zich... Ik negeer dit, hè? Ik negeer dit, ja? Ik zit op meme. Over je eigen schaduw heen stappen. Kijk, over zijn schaduw is heel makkelijk. Maar je eigen schaduw is eindexamenopdracht. Ik heb de afgelopen 17 jaar zo heerlijk gespeeld, jongens. Dat kan je niet voorstellen. Ik kon gewoon door. Ik was eerder thuis. Terug naar mijn verhaal. Rubiales. Wat er gebeurt na die wedstrijd? Afijn, u zag de beelden. Rubiales pakt een van die Spaanse voetbalvrouwen. Ik kan die anders zeggen, vol op de bek. Zo'n pam, vol erop. Had die vrouw geen enkele behoefte aan? Lijkt me vrij logisch. Het hele team had daar geen behoefte aan. Lijkt me vrij logisch. Ik denk dat niemand met smaak er behoefte aan had dat die Rubiales bam. En wat zeiden die Spaanse voetbalvrouwen toen? Ik herhaal voor de zekerheid, wereldkampioen voetbal. Die Spaanse voetbalvrouwen zeiden, zolang deze man en dit soort mannen de dienst uitmaakt in het voetbal, raken wij geen bal meer. Fuck you. Dus die Spaanse voetbalvrouwen, net wereldkampioen, die zeiden letterlijk, zolang Rubiales en dat soort mannen de dienst uitmaakt, raken wij geen bal meer. En je hoort aan mijn stem, dat emotioneert mij. Dat je die kracht gebruikt. Dat die Spaanse vrouwen zeiden, wij raken geen bal meer. Wat me ook emotioneert, is dat Ajax dit hele seizoen solidair was. Niet klappen! We zijn nu niet in Rotterdam! Niet klappen! Jezus, man. Het is allemaal de schuld van de pik van Overmars. Daar komt het door. Daar is het mee begonnen. Ik heb foto's gezien van die pik. Het was niet eens de moeite waard, jongens. Het zweertje. Nee, maar ik zag Ajax laatst ook bij die wedstrijd tegen Hercules. Ik heb een seizoenkaart Hercules gekocht. En ik zag ik Ajax opkomen en ik herkende de shirtjes wel, maar wie waren die? Wie zijn dat? Je ziet 11 man in rood-wit. Er waren zeker 8 arbeidsmigranten bij, dat weet ik zeker. Of ZZP'ers, ik weet het niet. Niemand maar goed, weet het. En het hele seizoen is het al rommelen. Er worden spullen op het veld gegooid. En al die besturen zijn te laf, weet je. Het enige, ze gaan die supporters nooit aanpakken. Weet je wat ze dan steeds doen? Dan hangen we wel een beetje gaas voor. Netten. Dat is wat ze doen. Gaan hangen we netten ophangen. Weet je wat ze moeten ophangen? Luxeflex. Ja. En als er wat gegooid wordt, even 10 minuten dichtdraaien. Moet kijken. Het is heel gaaf afgelopen. Okay. Ik ga nog één verdwaalde man noemen. Ja? Dat is Donald Trump. Donald Trump. Ik zal ook uitleggen waarom ik hem noem. Ja, los van het feit dat hij verdwaald is. Ja? Donald Trump heeft momenteel, ik heb het nageteld, 6 rechtszaken aan zijn broek. 6 rechtszaken tegen Donald Trump. En dat gaat over dingen als het omverwerpen van de democratie. En bestorming van het kapitool. En iets met hoeren. Dus Donald Trump... Zolang je maar niet 15 mensen vermoord is er niks aan de hand. Absoluut. Donald Trump heeft 6 rechtszaken. Dan reageert hij op. De laatste kwam 2 maanden geleden naar buiten. En toen zei Donald Trump letterlijk over die 6e rechtszaak... If you go after me, I'm coming after you.
Letterlijk. En ik hoor dat, if you go after me, I'm coming after you. En ik vond het wel een goede zin, dus ik raakte geïnspireerd. Ik heb een speech geschreven. Ik heb een speech geschreven en dat is een speech die zou door Donald Trump uitgesproken kunnen worden. Maar ik heb zin om het vanavond zelf te doen. Dus ik wil die speech met jullie delen. Doe je een beetje een typetje? Nee, doe geen typetje, Lebbes. Ah, jawel, typetje is toch leuk, jongens? Wel een typetje? Ja. Dit is democratie zoals democratie hoort te werken. Ja, maar het is hartstikke leuk. En Trump is hartstikke makkelijk. Je hoeft alleen maar even, af en toe even een duckfeestje te pakken en je hebt hem al. Maar goed, doe lekker als jezelf. I believe in family and country. I believe in the red, white and blue. And I do believe, and that's a fact, that I am so much better than you. I believe we should all have a weapon loaded and within reach. And I do believe you can quote me on this in the freedom of my speech. I believe in elections. Results can be fingered and bent. And I do believe I never lost. I am Mr. President. I believe a man with tiny hands can make the ladies swoon. And I do believe that's another fact that God will save us all soon. I believe in our justice system, in judges appointed by me. And I do believe I could shoot a man, then wave and walk away free. I believe there will be a court case. It's political through and through. Believe me, if you go after me, I'm coming after you. You could be the press, the judge, the jury, or the guy that prosecutes. But if you go after me, I'm coming after you. Thank you, and God bless Amsterdam, Sin City. Thank you. Ja, die zeker verdwaald zijn mensen die nu binnenkort met pensioen gaan. Hè, of net met pensioen zijn gegaan dit jaar, want we hebben een nieuw pensioenstelsel. Hè, ik weet niet of mensen dat... Ken je het programma We Zijn Er Bijna? We hebben eens naar gekeken. Nou, voor de jonge mensen hier, dat zijn dan... Dan zie je mensen die net gepensioneerd zijn, pensionado's... die met een camper of met een caravan lekker een beetje rondtrekken door Europa. En aan die mensen zie je ook wel dat ze er bijna zijn. Het begint steeds meer te klinken als een vrolijk programma... over een zelfverkozen levenseinde. Dat is een beetje mijn samenvatting. Kom dicht in de buurt. Maar waar het om gaat is dat ze aan ons laten zien... dat als je met pensioen gaat, is het lekker, man. Ga een beetje rondreizen. En dat is ook heel leuk. Alleen ja, campertje, is een ton, anderhalve ton, dat kost allemaal geld. Dus ze moesten iets bedenken dat mensen met pensioen... een beetje geld hebben om te besteden. En tot nu toe was het zo dat je pensioenstelsel... was er tot nu toe op gebaseerd op rente. Was op gebaseerd, je bouwt een potje op... En dan hangt het van de rentestand af hoeveel je uit het potje krijgt. En de rentestand bepalen we zelf. Dat doet de Europese Centrale Bank. Maar wat ze nu gedaan hebben, dat is hebben het de rentestand, dat telt niet meer. Vanaf dit jaar is je pensioen afhankelijk van de aandelenkoersen. De aandelenkoersen. En ik weet heus wat er nu gebeurt. Rentestand, aandelenkoersen. Mensen staan op het punt om af te haken. Dus we zetten er even een muziekje onder. Beetje spannend. Ja, ja. Prima. Beetje Jaws-achtig. Beetje... Ja, prima. Oké, daar gaat hij. Let op. Dus je gaat met pensioen. Dan is je pensioen afhankelijk van de aandelenkoersen. En wat is het grote verschil? De aandelenkoersen hebben de afgelopen 40 jaar een gemiddeld rendement gehaald van 8%. Van 8% per jaar. Dat is toch fantastisch? Dat betekent dat de pensioen elk jaar 8% meer waard wordt. En hoef je niks voor te doen. Dat doen die aandelen voor je. Waarvoor hebben ze dat niet eerder gedaan? En hoe kan dat? Hoe kan het dat de aandelen gemiddeld 8% rendement halen? Dat komt omdat aandelen zijn allemaal van de grote multinationals. En de grote multinationals doen maar één ding. Maximale winst. Daar zijn ze mee bezig. En die 8% rendement die halen ze omdat ze naar de lage lonenlanden gaan. Mensen zo min mogelijk betalen. Producten maken die troep zijn waar je verslaafd aan raakt. Waar plastic in zit. Ze de troep in de grond gooien. De troep de lucht in doen. Belasting ontwijken. Kortom, ze verkloten de aarde. Heel goed. Dus als jij nu met pensioen gaat... dan is het gebaseerd op de aandelenkoersen... en dan moet je maar hopen en bidden... dat de multinationals zoveel mogelijk de aarde verkloten... want anders wordt je pensioen niks meer waard. En dat was de grote filosoof, Pipo de Clown... die 60 jaar geleden dit al in één cynische zin voorspelde... dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, slaap lekker. Prachtig. Wij...
wij begonnen 35 jaar geleden met cabaret maken, omdat we dat zelf leuk vonden. En daar bleken vrij veel mensen bij aan te haken, waarvoor hartelijk dank. En waar we het net even aan raakten, dat is eigenlijk elk jaar hetzelfde verhaal. Namelijk dat er vreselijke dingen gebeuren. En als je een oudejaars maakt, praat je elk jaar ook over vreselijke dingen. En we raakten al in die ene oorlog. En ondertussen is er een andere oorlog gaande die afgelopen dagen weer vreselijker werd dan die al was. We zijn bijna 2 jaar bezig tussen Rusland en Oekraïne. En daar geldt hetzelfde voor. Je leest het, je hoort en ziet dezelfde dingen die jullie zien. Maar ja, wij zijn van het cabaret en van de comedy. Ja. En dat is best ingewikkeld. Ja. En er was één moment dit jaar, eerder dit jaar, dat ik dacht van oké, hier kan ik wat over zeggen. Het gaat over die oorlog, het gaat over Rusland en wat daar gebeurt. En dat speelde zich af in Sint-Petersburg in Rusland. Dat was, dacht ik, half maart. En half maart was er een vrij belangrijke prijsuitreiking die elk jaar in Rusland wordt georganiseerd. Dat is namelijk de prijs, de bokaal voor de beste pro-Poetin-blogger van Rusland. Pro-Poetin-bloggers? Ik kende die prijs ook niet, maar je hebt heel veel bloggers in Rusland. En de meeste zijn pro-Poetin, omdat je anders niet zo heel lang blogt. En elk jaar is er een prijsuitreiking. Nou, wij hebben de televisiering, dat is met Jantje Smit, en daar doen ze dan de beste pro-Poetin-blogger. En dat is een belangrijke prijs. Ik kende hem niet, maar dat is oké. Dus in Sint-Petersburg, half maart, werd een leuke avond georganiseerd. Met een restaurant, hapje, drankje. En in de loop van die avond kreeg deze man, de beste pro-Poetin-blogger, kreeg een bokaal waar ook op stond, beste pro-Poetin-blogger van Rusland. En ik weet niet of het last, maar hij pakte hem aan. Op dat moment explodeert die bokaal in zijn klauwen. En ze hebben die man van het plafond moeten schrapen. En ik vind dat heel grappig. Ik vind dat echt tyfus grappig. En die bokaal trouwens, dat was een soort zwarte bal met een lont eruit. Dat was een beetje de... Vind ik ook grappig. En wat ik ervan geleerd heb, is als wij dit jaar de Polifinario winnen, gaat Lebbes hem ophalen. Dat is eigenlijk een beetje... En Prigozhin. Weet je nog, Prigozhin? Ja, dat moest ik aan. Die is ook... Prigozhin. Prigozhin, toch? Van de Wagnergroep? Ja, van de Wagnergroep. Teringlei. Bad motherfucker, ja, man. Teringlei. Weet je, die was ook dood. Zat in een vliegtuigje, ook ontploft. Maar toen wisten we niet of hij echt dood was, want het duurde nog 4 dagen voordat ze het wisten. En dat hebben ze heel knap gedaan, die Russen. Ik geef het ze toe. Want het vliegtuig is ontploft. Toen hebben ze al die brokstukken hebben ze in 4 dagen tijd bij elkaar weten te krijgen. Hebben ze in een vliegtuighangar hebben ze dat helemaal gereconstrueerd. Toen deden ze de deur open. Nou, zat hij erin. En dit vinden jullie dus wel grappig. Leuk. Je praat over oorlog, het is onvermijdelijk. We praten net even over 7 oktober, wat er allemaal gebeurde. Ik heb een tekst die ik wil delen, die heet Geen Goede Kant. De vader zegt, mijn dochter was op dat festival. Ze straalde de hele nacht. Een supernova, een felle vlam, dansend tot de ochtend kwam. Ze is zo mooi, haar hart zo zacht. De dag brak en de hel brak los. Hun jeugd en hun levens geroofd. Waar gedanst werd liggen de lijken. Ik kan niet naar de beelden kijken. En waar zij nu is, past niet in mijn hoofd. Er is geen recht, er is geen hoop. Spaar me je gebeden. Er is geen goede kant. Alleen de kant van vrede. De moeder zegt. Ik woon in Altsara, niet ver van de kust. Zolang mijn huis er nog staat. Voor wie het memo heeft gemist. Ik ben moeder van 4 en geen terrorist. En ik weiger te leven in afkeer en haat. We kunnen niet blijven en we kunnen niet weg. De bombardementen gaan door. Mijn kinderen staren of huilen zacht. Hier zijn we veilig. De hele nacht lieg ik ze elke dag voor. Er is geen ooit, er is geen toen. Hou op van lang geleden. Er is geen goede kant. Alleen de kant van vrede. De socials ontploffen van tegen en voor. De talkshowtafel brandt. Wees niet laf, beken nou eens kleur. Als jij voor dat volk, dan steun je terreur. Is dat een pamflet of een krant? Ik wil geen mening en geen debat, geen leuzen en geen vlag. Geen eindeloze woordenstrijd, geen heilig boek of historisch feit. Maar voor ieder een nieuwe dag. Er is geen keuze, er is geen partij, er is geen argument of reden. Er is geen goede kant, alleen de kant van vrede. Dank u wel. Waarom was Zelensky op 8 mei? 4 mei van... Wat is dat toch, die versprekingen? Dat is raar, hè? Ja, als altijd als je hier naast me staat. Waarom was Zelensky op 4 mei van... Ja, zie je? Waarom was Zelensky op 4 mei van dit jaar niet welkom in Nederland? De heer Zelensky was op 4 mei van dit jaar niet welkom in Nederland... omdat Caroline van der Plas letterlijk zei... op 4 mei moet het wel even over onze doden gaan... Ja. Ja, en als Caroline van der Plas zegt onze doden, dan bedoelt ze natuurlijk de 130.000 varkens die elk jaar bij stalbranden omkomen. Zijn haar doden.
Dat is wel leuk. U klapt daarvoor. Ik kan u verzekeren, in Helmond was dit einde avond. Zal ik het zo zeggen? Maar ja, lekker vroeg thuis, hè? Leverworstje erbij. Heerlijke avond gehad. Maar je denkt, stalbranden, is dat het ergste wat er is? Nou, bijna wel. Die 130.000 is het gemiddelde aantal varkens, intelligente wezens, die per jaar in dit land omkomen bij stalbranden. En Caroline van der Plas sprak zich erover uit. En Caroline van der Plas zei letterlijk over stalbranden: ik vind dat ook heel erg. Vooral voor de boer. En daarna zei ze het volgende. Die varkens waar we het over hebben, die hebben er nauwelijks weet van. Want bij een stalbrand gaat het varken op de grond liggen. Het varken stikt door de rook en heeft nauwelijks door dat er brand is. En ik weet zeker dat een deel van jullie denkt, dat verzint die magere. Het is letterlijk een quote. Het is een letterlijke quote van Caroline van der Plas, de vrouw zonder kappers. Ze zei, bij een stalbrand gaan die varkens op de grond liggen. Ze stikken door de rook en hebben nauwelijks door dat er brand is. Nou ja, toch 7 zetels, hè? Dus ze doet ook iets goed. Dat kan niet anders. Een hoop mensen vinden het allemaal prachtig. En ik denk, wat ze goed kan, dat is bij haar eigen gevoel. Ze doet heel veel dingen vanuit haar gevoel. En dat klikt, dat doen we zelf toch ook. Je hebt toch ook bij alles, ze moeten dit of ze moeten dat. Nee. Het begint altijd met gevoel. En zij kan daar gewoon heel goed bij. Caroline, ik denk dat ze heel veel mindfulness heeft gedaan. Weet je, of misschien leest ze de happiness wel. Hè? Of reiki, klankschalen. Misschien gaat ze naar bed met geurkaarsen. Ja, die heb je ook, 1000 uren geurkaarsen. En zij kan gewoon in een weiland gaan staan. En dan luistert ze naar de gevoel. En dan zegt ze, wat een prachtige natuur. En moet je die koeien zien. Met die prachtige uiers, zo groot als een Fiat Panda. Schitterend. Dat kan zij. Dat is gevoel. Ja, maar dat is gevoel. Laat ze ook niet narekenen natuurlijk. Want als je dingen laat narekenen, dan sla je het gevoel natuurlijk over. Het Centraal Planbureau, die hebben geen gevoel. Wel, nee. Je kent het Centraal Planbureau, toch? Die hebben cijfers en rapporten en wetenschappers en statistiekjes. Flikker op, man. Caroline doet alles op gevoel. Ja. Nou, daarom laat ze niks door. En Caroline zei letterlijk, van der Plas zei letterlijk bij de algemene beschouwingen, ik vind dat alle minima in dit land er 1% bij moeten krijgen. Ik denk, als je Tony laat doorrekenen, doe dan 85%. Ja, ik heb verleden week gewoon op gevoel een appeltaartje gebakken. Nou, zat veel te veel mosterd in. Maar het werkt wel, hè? Ja, fucking 7 zetels. Ja. Weet je wie trouwens ook alles op gevoel deed? Schiet me te binnen. Henk Kamp. Ja, sorry dat ik de sfeer in één keer uit de kleine komedie wegram. Henk Kamp, of om zijn volledige naam te noemen, Henk fucking Kamp. Henk Kamp, die doet alles op gevoel. Ik zal één voorbeeld geven. Op een bepaald moment ging het in dit land over fraude. En als wij aan fraude denken, denken we allemaal aan bedrijven, multinationals, belastingontwijking, belastingontduiking en de Zuidas. Dat is wat het is. Maar in dit geval ging het om mensen die het minder hebben, namelijk mensen met een uitkering of een toeslag. En dat zijn er best wat in Nederland. En ook, daar is ook fraude. Laat duidelijk zijn, daar is fraude. Het gaat om een klein percentage, 2-3% fraude bij uitkeringen en toeslagen. Dat weet iedereen. Althans, dat weet de Belastingdienst, de onderzoekers weten het, de topambtenaren, alle betrokkenen. Klein beetje fraude, toeslagen en uitkeringen. En toen zei Henk fucking Kamp letterlijk, ja, dan kan we komen uit die onderzoek normaal. Maar mijn gevoel zegt dat er veel meer fraude moet zijn in Nederland. Hé, een typetje. Een heel matig typetje. Ja, dus, Henk Kamp, die ging op gevoel op jacht naar fraudeurs. Op gevoel. En misschien dat je je nog herinnert wat er toen gebeurde. Op het gevoel van Henk Kamp werd de jacht geopend op fraudeurs. Wat over het algemeen geen fraudeurs waren, maar dat was bijzaak. Vrij veel mensen in dit land werden slachtoffer van de jacht op fraudeurs. Misschien weet je het nog, dat er 10.000 mensen in dit land alles kwijtraakten. Omdat ze fucking rekeningen van de Belastingdienst kregen en brieven die ze niet begrepen. Mensen die zagen hun bezit verdwijnen, mensen zagen hun werk verdwijnen, mensen zagen hun huis verdwijnen, mensen zagen hun kinderen uit huis geplaatst, want het waren fraudeurs en daar deugde niks van. Er zijn mensen in dit land die hebben zelfmoord gepleegd omdat iedereen dacht, jij bent een fraudeur. Wat ze niet waren. Allemaal op het gevoel van Henk fucking Kamp. En jij weet, ik ben geen haatdragend mens, dat weet je. Nee. Ik ben geen haatdragend mens. Maar ik hoop dat Henk Kamp de rest van zijn magere leven voor een rechtbank staat, door minimaal 12 organisaties aangeklaagd wegens fraude. Onterecht, maar lul je daar maar eens uit. En daarna dat hij zal branden in de hel. Nou, toch weer hetzelfde applausje wat Henk Kamp kreeg op het partijcongres van de VVD, hè? Toen hij erelid werd. Erelid! Omdat hij zo goed was om mensen over de balk heen te gooien, weet je wel. Ja, hij heeft een lintje gekregen. Hebben ze hem opgespeld, maar ze konden zijn hart niet vinden. Weet je wie ook alles Joost opgooien? Eerdmans. Ja, die is het. Joost Eerdmans. Die zegt op een paar er is heel veel misdaad en gedoe. Gaan we hard aanpakken. Wat gaat hij aan doen? Langer straffen, zwaarder straffen, TBS afschaffen. Okay, het werkt niet. Heeft Joost Eerdmans werkende hersencellen? Ja, 21. Bam. Wie trouwens ook goed verdwaald is, dat is Mark Rutte. Hè? Mark Rutte, die is echt goed verdwaald. Hè, Mark Rutte? Die, ja, Mark Rutte. Herinnert u zich Mark Rutte? Oh ja. Hij zelf nauwelijks. Nou ja, weet je, Mark Rutte. Wit shirt, fiets, appeltje.
Ja, hij komt terug nu. Hij komt terug nu. Okay. Nou, dat was namelijk februari van het jaar. Toen kreeg hij een rapport. Het was een rapport van Groningen. Het was een rapport van Groningen, wat er allemaal gebeurd was. Na 10 jaar, eindelijk het eindrapport. Nou, eerst wist hij niet. Toen heeft hij er een week lang in zitten kijken. En toen heeft hij zijn excuses aangeboden. Mark Rutte heeft zijn excuses aangeboden voor wat er allemaal in Groningen gebeurd is. En toen dacht ik, jij bent goed verdwaald, gast. Want wat er namelijk gebeurd is in Groningen is loepzuiver VVD-beleid. Daar moet je excuses niet voor aanbieden, want dat is precies wat je wilde. Het idee was, er zijn daar mensen met aardbevingen, die moeten geholpen worden. En dan moet er toch eigenlijk een zorgzame overheid zijn die mensen een beetje helpt. Dat hebben ze niet gedaan. Wat ze gedaan hebben, ze hebben de marktwerking gebruikt. Ze hebben een paar zakken geld die kant op gegooid en gezegd, zoek het maar uit. Waardoor uiteindelijk van elke euro 75 cent bij bureautjes en managers is terechtgekomen. En dat is gewoon VVD-beleid. En dan moet je verder niet zeuren, snap je? En dan moet je zeker niet je excuses voor aanbieden, want dan ben je verdwaald. Het is voor mij heel simpel in de politiek. He, je hebt links gooit zeg maar geld over de balk en rechts gooit mensen over de balk. Wij begonnen deze tour precies 4 maanden geleden. En onze eerste voorstelling was in Bloemendaal. Ja. En u begrijpt een beetje wat wij toen troffen. Wij stonden in Caprera, prachtig open luchttheater, randje Bloemendaal. 1100 mensen tegenover ons. En u begrijpt een beetje de gemiddelde sfeer in die zaal. Ja? Ondanks dat we dat wisten, heeft Lebbers dit laatste statement gewoon gemaakt. En dan zeg ik, dan ben je een kerel. Ja, dan sta je ergens voor. Dat is wat Lebbers doet. Juist. Sterker nog, toen ik zei van mensen over de balk gooien, liepen er een aantal weg. Nou, die kwamen met een hockeystick achter jou aan. Maar in principe was wel... Touché. Ondertussen is Mark Rutte weg, want die gaat naar het schijnt in het onderwijs. Ja. Mark Rutte is weg. En die heeft nu de leiding van de VVD overgegeven aan Dylan Jezilgus Zegerius. Dylan Jezilgus Zegerius, bij mij thuis ook wel de vrouw met meer lettergrepen dan inhoud. En... Het is geen Bloemendaal, dat voel je alles, toch? Eén ding, weet je, je kan er alles van zeggen, daar hebben we geen tijd voor. Maar de enige die overeind staat in die hele rokende puinhoop van de VVD is Van den Burg. Erik van den Burg is de enige die wordt door fucking Dylan Jezilgus Zegerius onder de bus getrapt. Met de spreidingswet er niet door kan handen. We gaan de asielzoekers tegenhouden. Het gaat om opvang. Ja? En Van den Burg is de enige die overeind staat in die hele fucking VVD. Er zit geen grap aan vast. Nee. Dat is staat hij gewoon hier een VVD'er te verdedigen? Ja? Ja. Weet je wat dat voor hem betekent, ja, dat even gebeurt? Ik heb daar echt behoorlijk veel therapie voor nodig gehad. Dat is gelukt, Lebbers. Het is gelukt. Er is een chapeautje voor jou, weet je wel. Ja. En dan hadden we de verkiezingen. En toen had opeens de PVV natuurlijk gewonnen. En dat komt omdat we zwevende kiezers hebben. Die zitten vanavond ook in de zaal, 1/3. En jullie bepalen op het allerlaatste moment wat je gaat doen. Jullie gaan voor het kassakoopje. Zwevende kiezers gaan voor het kassakoopje. Je wacht tot het laatste moment. Oh, dat lijkt me dan echt wel lekker. En huppakee, je propt het naar binnen. Weet je nog, 2019, dan was het Forum voor Democratie. En was het kassakoopje. Nou, ja. Inmiddels is de uil van Minerva in zijn eigen bruikbal gestikt. Hè? Of in een maaltijdbox. Wat... En toen kregen we de provinciale verkiezingen. En toen was de BBB. Was opeens het kassakoopje. Gaan we daar toch voor? Nou, die trekker heeft inmiddels ook 3 lekke banden. Gaat ook lekker. En deze verkiezingen was de PVV. Dat was het nieuwe kassakoopje. En mensen stinken er allemaal in. Oh, maar dat lijkt me... Want hij is milder geworden. Hij is zo mild Geert geworden. Geert Wilders veel milder. Van een milde sigaret kun je ook longkanker krijgen. Het is heerlijk dat je gaat zeggen, ja, een verdeling in deze zaal voelt. Ja, fijn, en je ja. kan je zorgen maken, wij maken ons ook zorgen. Kijk, Wilders die gaat een heel nieuw kabinet vormen. Ondertussen is Martin Bosma toch de voorzitter van ons parlement. Dat is waar we nu in zitten. En dan kan je je zorgen maken, want ja, Martin Bosma is natuurlijk ook de man van de kop voor de tax. Hij is ook de man van minder Marokkanen. Hij is ook de man van de omvolking. En hij is gek op blanke Zuid-Afrikaanse boeren. Maar hij is echt veranderd. Ja, maar dat is toch mooi binnen die partij? Dat je ziet dat mensen gewoon echt veranderd zijn. Wilders toch ook? Volledig. Heb je niet in de verkiezingscampagne gezien? Hè? Pushes. Ja, dat zeg ik. Pushes. Hij ging naar het asiel. Pushes Geert aaien. Wilders, pushes. Hij had opeens een hobby, wist ik ook niet. Geert Wilders is gek op droogbloemen. Zijn hele tuin staat vol met dode Afrikaantjes. Wist ik niet. Veel milder, toch? Veel milder geworden. Wat ik het leukste moment van de hele campagne vond, is ongeveer 3,5 maand geleden. Toen maakte Caroline van der Plas haar premierskandidaat. Ja, ja. Nou, dat is mooi. Het is achteraf heel grappig. Ja. Want iedereen weet bij de BBB wat je krijgt. Dat is Caroline met alle belangen van Big Agro en het platteland. En dan kreeg je Mona Keizer bij. Toch? Mona Keizer. Wat kreeg je er dan bij? Nou ja, diep christelijke Volendamse gezinswaarden. Zwarte vis van de afslag. Lijntje cocaïne. En kutmuziek. Nou, dan heb je in principe... Weet je, als ik die hele Caroline van der Plas, mijn gevoel daarbij, hè, in 1 zin moet samenvatten, dan is het... Zullen we Caroline teruggeven aan de natuur? Op je wc-tegeltje thuis. Maar goed, het ging over 4 mei, of zoals Lebbers zegt, 8 mei. Het was 4 mei.
En 4 mei is een belangrijke dag, denk ik, voor iedereen. Omdat je weet wat het over gaat. Het gaat over de oorlog en herdenken. En veel mensen denken, ja, dat is lang geleden en shit. Wat allemaal waar is. Maar feitelijk, als je nu kijkt naar dit land en hoe mensen tegenover elkaar staan. En antisemitisme in deze stad. Dan lijkt herdenken me een goed idee. Dus ja, elk jaar voor mij en voor veel mensen is toch die 2 minuten stilte. Of op een andere manier herdenk je wat er ooit gebeurd is. En daarom praten we over 4 mei. En het is een raar verhaal, maar ik vertel het toch even. Ik was niet in Nederland. Ik bevond mij op 4 mei op een boot. En dat lijkt geen verhaal, maar voor mij wel. Want ik bevind mij nooit op een boot. Ik weet dat er ook hier mensen zijn die vinden dat lekker. Toch met een bootje, lekker een beetje varen, een beetje deining, rondje door de gracht. Ik heb daar niks mee. Ik voel me niet thuis. Ik voel me eigenlijk vooral thuis op deze plek. Ik voel me thuis op een podium met een wild enthousiaste zaal tegenover me. En, nou goed, dat hoeft dan niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. Toch? Het valt me echt tegen van jullie. Het valt me gewoon echt tegen. Echt zo jammer dat je daarom lacht. Het is pure liefde, hè? Ja, jammer. Oké, okay. Het is voor jou ook wel leuk om een keer een uitverkochte zaal te zien. Nou, wat ik wou zeggen... Jullie zitten nu uit te lachen, hè? Jullie zitten hem nu uit te lachen. Jullie weten wel beter. Luister, het is 4 mei. Het is namiddag. En ik ben er toch mee bezig. 4 mei, 2 minuten stilte. Ik bevind me op een boot, had ik gezegd. En die boot ging van Bari, Zuid-Italië, naar de overkant Patras, Griekenland. Daar moest ik heen. Lang verhaal. Dus ik stap op een boot in Bari, in de namiddag. En die boot ging van Bari naar Patras. Ik was trouwens met de trein naar Bari gereisd. Dat kan. Je kunt met de trein naar Bari. Als je heel veel tijd hebt, dan kan je. Moet je vragen hoe die terug is gegaan. Ja, nee? Dat was en zwemmen, hebben ze. Oké. Voor mij zeker. Ik stap op een boot. En die boot moest naar de overkant. En 1 ding nog. Ik heb zoveel geleerd die dag. Als je op een boot stapt naar een ander land, wist ik echt niet. En er is tijdsverschil, weet je. In dit geval Griekenland. Dan zetten ze bij vertrek alle klokken op de boot alvast op de tijd van het land waar je heen gaat. Er zal een reden voor zijn. Maar als je dus naar Griekenland gaat, dan... Oké, op mijn boot, wij vertrekken. Alle klokken gingen een uur vooruit. Alle klokken op mijn boot gingen een uur vooruit. Want in Griekenland is het een uur later. Want ja, dan kunnen ze ja, korter werken, denk ik. Oké. Okay. Nee. Luister. Wat er gebeurde was dit. Hij vertelt mij dit verhaal. Niet van het korte werken, maar van die boot. En toen bedacht ik me opeens. Ik zat op 4 mei ook op een boot. Hij zat ook ik op een boot. Ik zat ook op een boot. Want ik woon op een boot. Ik kan niet weg. Dus ik zit ook op mijn boot. En dat met die klok herken ik ook. Bij mij is het altijd Nederlandse tijd. Het is gewoon altijd Nederlandse tijd. Als ik weer thuis kom, is het gewoon weer Nederlandse tijd. Gewoon altijd. En ik weet het, want het was op een gegeven moment 2:30 in de middag. En toen zegt mijn vriendin, die zegt... Ik ga naar de Waalsdorpervlakte. Dus ik dacht, nou, die ben ik kwijt. Maar dat was niet zo. Nee, dat was vanwege de dodenherdenking. Want die is op de Dam, maar ook op de Waalsdorpervlakte. Dus zij was op weg. Nee, het is wat... Kijk de livestream, ja, hè? Kijk de livestream. Let op, hè? Ik hou van je, schatje. En ik meen dat. Nee, maar ik was gewoon alleen thuis. Weet je, en als je alleen thuis bent, dan praat je toch niet? Je gaat toch niet in jezelf lopen mompelen? Nou, zal ik eens eten vanavond? Ik ben toch alleen. Zal ik patat nemen? Oh, lekker nasi. Ach, mis in een loepje. Ja. Dat heb ik het eigenlijk niet meer gehad. Ik zat op een boot. En die boot, had ik nog niet verteld. Belangrijk detail. Die boot was afgestampt met Duitsers. Afgestampt. Het klinkt ook gelijk als een Duits woord. Dus ik zit op een boot. Het is 4 mei, langzaam maar zeker na de avond. Ik zit op een boot en die was echt afgestampt met Duitsers van zekere leeftijd. Ik had nog iets geleerd wat ik echt niet wist. Heel veel Duitsers van zekere leeftijd zeggen op een bepaald moment tegen de omgeving... Tjus, stap in de witte camper, rijden hem naar Bari, rijden hem zo op de boot naar Patras. Net op tijd voor de bosbranden. U maakt nu uw eigen cabaret. Ik hou daarvan. Het gaat mij om het volgende feit. Op een bepaald moment, nou moet je echt opletten. Ja, op een bepaald moment... Ben je nou boos op ze? Nee, het is gewoon, ik probeer het over te brengen. Ja, nee, is goed. Zeker na gisteravond, want ja, niemand nee. luisteren. Dus! Nee, maar toen begon je ook te fluisteren opeens. Ja, dat was en raar. Er waren ook heel veel mensen uit Purmerend. Ja, dat is waar, dat is te... Nou, ga verder. Dus, er was er nu 1, maar die is weggegaan. Luister. De dag schrijdt voort. Ja, je zit, je weet de klok je bent, gaat he? Door. Je weet niet meer waar je bent, hè? Op een bepaald moment, ik weet precies waar ik ben. Want ik ben geconcentreerd en een prof. Op een bepaald moment is het, nou moet je opletten, 8:00. Ja, dat is 7:00. Feitelijk 7:00. Ja, maar op de boot letten. Was het 8:00. En toen dacht ik het volgende. Een rare gedachte, toen dacht ik het volgende. Ik doe alsof het al 8:00 is. U kijkt maar, waarom zou je dat doen? Ik dacht, als ik doe alsof het 8:00 is, kan ik oefenen met 2 minuten stilte. Ik zie u kijken, waarom zou je oefenen? Met 2 minuten stilte. Ik realiseerde mij dat ik eigenlijk nog nooit in mijn leven 2 minuten aan één gesloten stil ben geweest. Nee, dat is zo. Ik had geen idee of ik dat zou kunnen.
Dus wat ik gedaan heb, tegen achter, naar mijn hut, deur dicht, twee sokken in mijn bek. Geen enkel probleem. Oké, dus hij zit in zijn eigen hut, sokken in zijn bek, 2 minuten stilte te oefenen. Ik ben de hele middag thuis. Ik heb de hele middag geen woord gezegd. Ik ben stil. En er komt 2 minuten stilte aan om 8 uur. Hoe geef je die nog inhoud? Hoe geef je nog enige inhoud, enige ballen aan twee... Als je de hele dag al stil bent geweest. Nee. En ik weet wat jullie denken. Jullie zeggen in je hoofd, dan moet je even aan die oorlog denken, die 2 minuten. Maar ik was de hele dag al aan oorlog aan het denken. Want ik woon op een woonark en er zitten allemaal meerkoeten omheen. En die vechten de hele dag, altijd... Dus ik zat vol met oorlog, was de hele dag stil geweest. Het is 8:01, ik ben totaal in paniek, Op een bepaald moment is het op mijn boot zo goed als 9:00. 8:00. Ik bevind mij in de kajuit. Kajuit ken je, lage ruimte, glas, staal, afgestampt met Duitsers van zekere leeftijd. Ik had maar 1 behoefte, stilte. Dat is vrij lastig als je een ruimte bevindt met heel veel Duitsers van zekere leeftijd. Wat ik namelijk leerde is, die houden hun bek niet. Die houden gewoon hun bek niet. Dus ik ben omringd door zeker 150 Duitsers. En het ging maar door. Het was wak, 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 wak. Het hield zijn bek niet. En ze kunnen wel praten, maar er is geen Duits woord voor luisteren. Is er niet. Wat er gebeurt is dit. Om me heen praten ze over van alles. Het gaat over fucking Anschlusstor. Het gaat over kugelschrijvers van verschillende modellen. Het gaat over historische opstellingen van Borussia Mönchengladbach. Ze gingen elkaar overbieden wat ze allemaal nog zouden gaan schaffen. En op een bepaald moment was er 1 man, een man van zekere leeftijd... die herinnerde zich Mutti Merkel. Angela Merkel. En hij herinnerde zich lang geleden dat Angela Merkel met haar portret op Der Spiegel stond. Een glossy portret van Angela Merkel op Der Spiegel. En daar had deze man zich over abgezogen. Hij had zich abgezogen over Angela Merkel. Het was spritsen de ene kant op en spritsen de andere kant op. En toen had ik pas 1 minuut stilte gehad. Oké, dus ik ben alleen thuis. Ja, het is 8:01. Ik ben helemaal alleen, daar is niet gespreecht. En ik ben in paniek. Dus ik denk, ik moet nu emotie komen. Dus ik zet de tv aan, NPO 1, dode dingen op de Dam. Weet je, en ik hoor zo last post. Het sofa gehoord, deed me helemaal niks meer. Ik denk, doorzeppen. Dus ik kwam bij RTL 4. Ik denk, nou, die hebben vast wel een quiz met bekende Nederlanders over de Tweede Wereldoorlog. Hartstikke leuk. Maar die hadden beelden van de Waalsdorpenvlakte. Want die moeten ook iets uitzenden. En die hadden geen rechten van de beelden van de Dam. Dus die moesten iets anders uit. Dus die hadden de Waalsdorpenvlakte. Dus die heb ik om 8:00, 2 minuten lang zitten kijken. Of ik mijn vriendin kon vinden. Na 1 minuut had ik het meer dan gehad. Ik ben een hele rustige jongen, dat hebben jullie gemerkt. Maar wat ik toen na 1 minuut gedaan heb, omringd door zeker 150 Duitsers van zekere leeftijd. Ik ben op tafel gesprongen en ik heb de volgende tekst uitgesproken. Hey! Hey! Heinz und Helga! Kunnen Sie vielleicht even stil zijn doen? Ik probeer hier... Deine Krieg zu vergessen, ja? Dankeschön! Nou, ik kan jullie verzekeren, dan is het nog een heel eind aan Griekenland, hoor. Beautiful, beautiful. Yeah, yeah. Ik lees ouderwets wellicht elke dag een krant om te weten wat gebeurd is, de hoed en ook de rand. Ik weet dat het klimaat verandert dankzij mensenhand en op plekken best dichtbij staat de wereld half in brand. De wetenschapper in haar wanhoop krijgt goddank een stem, legt uit dat groei voorbij is en de noodzaak van een rem. Maar de krant die mij dit uitlegt zit in dezelfde klem. Betaald door adverteerders, Campina, KLM. Fast food voor de snelle vette trek. Een bucket vol met kip of gewoon weer een Big Mac. Nu met dikke plakken kaas en extra veel spek. Je hoeft de deur niet eens meer uit, we schuiven het zo in je bek. Sushi voor de juppen, wilde zalm en tonijn. En een trendy pokeball met een glaasje witte wijn. Onbeperkt spare ribs eten voor een super vreed festijn. En een green egg to the dough, een kilo is nog klein. Ik zie, omdat ik alles lees, de raarste dingen staan. Koala's met chlamydia, een promiscue zwaan. Orka's met een attitude vallen zwemmers aan. Dat lijkt mij woede, wegens die te warme oceaan.
Wij leven in een wereld van olie, asfalt, staal. De kolkende rivier gaat met een camping aan de haal. De heetste maand op aarde ooit, ik weet het allemaal. Maar zijn wij nog wel schrijver van ons eigen groot verhaal? En ze lokken je met korting en een vaste klant te pas. Jij bent hier de koning, je reist altijd eerste klas. Ha. Alleen het beste van het beste, voor de allerlaagste prijs. U bent altijd nummer 1, maken ze je wijs. En ze glibberen naar binnen, en je laat het maar weer toe. Geen personeel meer, maar machines. Mensen zijn gedoe, en je pak je gratis spullen. Want het is weer 1+1, je hebt het eigenlijk niet nodig. Maar je neemt het toch maar mee. Ga je hakken in het zand, kies je eindelijk een kant. Ben jij de druppel op de plaat die gloeit? Als je het mij vraagt, zeg ik ten aanval. Ten aanval. Wij zoeken naar verlossing, een plek en daar naartoe. Maar steeds weer statistiekjes maakt ons depressief en moe. Ik vraag me af, is het voldoende wat ik zelf doe? Zie uit mijn raam de buren en hun mega barbecue. De mens heeft vaak geen zin naar zijn eigen rol te kijken. Reacties gaan van links gelul tot manje lopen te zeiken. Of dat qua argument genoeg is, dat moet nog wel blijken. Hou lekker dicht je kastdeur, dat scheelt gedoe met lijken. En we moeten steeds maar groeien, als een redeloos gezwel. Het is pakken wat je pakken kan, geen winst, dat is de hel. De adviseur, de profiteur, de accountant weet het wel. Het kan dus en het mag, het zijn de regels van het spel. En we vallen voor de boodschap, meer geld lost alles op. En dus rennen we maar door, als een kip zonder kop. Ah. We veranderen van aanbieder, als hoeren van een klant. En alles is altijd goedkoper, in een ander land. Soms is het nieuws wat beter, minder plastic in de zee. Het is er wel, je ziet het niet, dat maakt het niet oké. 3 miljoen ton in totaal, als je het snel zegt, valt het mee. De rest is microplastics in je shampoo en je thee. Bomen weg, verbreed die snelweg, wordt er ooit versmald? Kinderen in Congo zijn de slaven van kobalt. Windturbines hebben Drentse uitzichten verknald. Herinner jij je nog waar ik laatst mijn geweten heb verstald? Influencers, TikTok-sterren, je volgt het allemaal. Je vult je hoofd met leegheid in dezelfde turbotaal. Je binst een hele serie en de volgende staat klaar. Met moordenaars en criminelen en allemaal echt waar. De horde komt eraan met een andere cultuur. Er kan echt geen ziel meer bij, woningen te duur. Inclusiviteit, dat is iets zonder witte man. En wij hebben gelijk, de ander snapt er echt niks van. Ik ben een optimist die eigenlijk wel beter weet. Laat ons het ijzer smeden, want wees eerlijk, het is heet. En als je kleinkind later vraagt wat je toen wist en wat je deed, kun jij dan eerlijk zeggen, ik wist het en ik streed? Ga je hakken in het zand, kies je eindelijk een kant. Ben jij de druppel op de plaat die gloeit? Als je het mij vraagt, zeg ik ten aanval. Ten aanval. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Wij spelen dit najaar 85 voorstellingen achter elkaar. En dat is hartstikke leuk om te doen. Dat betekent dat je elke avond er andere zalen treft, andere mensen, wat ook heel leuk is. En er was een moment, ik denk bijna 2 maanden geleden, eind oktober, hadden wij het over de voorstelling en over wat wij doen. Dat betekent wij kiezen allemaal dingen uit het jaar, daar praten we over. En toen dachten we op een paar moment, jullie hebben ook dingen meegemaakt. Ja. Het is wel leuk om iets op te gooien wat over jullie leven gaat. Dus we hebben ook 1 vraag die we aan jullie willen voorleggen. 500 leuke mensen.
De vraag is heel simpel. Als je nu terugkijkt op jouw jaar, de afgelopen 12 maanden, dan is onze vraag, wat ben je dit jaar verloren? Wat ben je dit jaar kwijtgeraakt? Dat is de vraag. Dus wat ben je verloren? Wat ben je kwijtgeraakt? U kunt dan met ons praten. Dat vinden wij leuk. Dan moeten wij gaan nadenken. Dat doen wij graag. Dat leg je het goed uit. Absoluut. Wat ben je verloren? Wat ben je kwijtgeraakt? Dat is de vraag. Vrienden? Hoe ben je verhuisd? Of wat is de reden? Nou, ze vinden me niet zo leuk meer vanwege mijn mening. Ze vinden je niet zo leuk meer vanwege je mening? Pop. Mogen wij die mening ook horen? Ja. Of gaan we dan allemaal weg? Nee, maar ik ben benieuwd. Is er iets specifieks waar jij voor staat, waar anderen niet voor staan? Ja, bijvoorbeeld dat ik het niet zo fijn vind dat het N-woord gebruikt wordt in grapjes in een app. Dus nou, vind ik gewoon niet oké. En vrienden vinden dat wel leuk en die willen niet meer met jou bevriend zijn vanwege dat soort shit? Ik denk niet dat het een groot verlies is. Toch? Als je het zo inschat? Nee. Oké, mooi, dankjewel. Andere dingen. Wat ben je verloren? Wat ben je kwijtgeraakt? Kun je met ons praten, dan gebeuren er dingen. Het zou heel triest zijn als dit de enige opbrengst is. Het is een lekkere losse zaal. Of mensen denken, ja, dit is zo'n intens ding. Nee, maar ik begrijp het wel. Maar andere dingen. Wat ben je verloren? Wat ben je kwijtgeraakt? Voel je die spanning? Lekker, hè? Hoe langer je stil bent, hoe spannender het is. Ja. Lekker. Zal ik nog eentje, zal ik een kleintje doen dan? Gewoon als voorbeeldje, wat we kwijt zijn geraakt. Wat jij bent kwijt? Of nou, nee. Dit jaar en daarna moeten jullie weer, hè? We waren opeens kinderen kwijt. Weet je, Columbia, vliegtuigen neergestort. Vier. En toen waren er, en die waren vier kinderen en die waren van 13 tot 1 jaar. Vier kinderen. Die waren kwijt in de jungle. 40 dagen. En uiteindelijk hebben ze teruggevonden. Niks aan de hand. Helemaal gezond. Ongedeerd. Weet je, en toen dacht ik, wat doen wij toch moeilijk over kinderopvang? Beetje een wilde tuin, emmer water, vier bananen, niks in het handje. Ik vind het hartstikke leuk. Nou jullie weer. Dus de vraag is heel simpel. Het kan iets groots zijn als vriendschap, maar ook iets klein. Wat ben je verloren? Wat ben je kwijtgeraakt? Dat is het idee. Snelheid. De snelheid van? U bent snelheid kwijt. Oh, Amsterdam, ja. Oh, mag ik daar iets over zeggen? Of is hij... Nou, even voor de duidelijkheid. Het gaat over 30 per uur. Ja. Juist. En u wilt lekker. Ik vind het nee, maar ik vind het een positieve voeding. Ja, dus je bent niet kwijtgeraakt, maar je vindt het eigenlijk wel fijn dat het weg is. Wat sommige mensen met een vrouw hebben. Hè? En, Lang verhaal. Nee. Gaan we niet vertellen. Nee. Maar u bent automobilist? Ja. Ook. Nou, ja, u heeft ook een F-16, wat de fuck? Automobilist ook, ja. Ik heb ook een chopper. Oké, u heeft ook een fiets. Ja. Oké, mag ik nog één vraag van stellen? Dan gaat Lemmens uitleggen waarom het een echt heel goed verhaal is. Nee. Wat voor fiets heeft u? Een zwarte. Hij wou bijna zeggen een N-word fiets. Dat wou hij bijna zeggen, hè? Dit is de F-word. Trouwens, over fietsen in Amsterdam. Ik was niet van plan, maar dankzij jou wel. Als je in Amsterdam woont en fietst, is het natuurlijk altijd kut, hè? Want je raakt je fiets altijd kwijt in Amsterdam. Vroeger aan de moffen, toen aan de junks, nu van Moof. Ah, man. Net misschien we niet mee bezig was. Sorry. Maar we waren in Amstelveen. En toen hadden wij bedacht dat je ook iets kan geven. Weet je kan ook iets geven. We waren in Amstelveen, de Schouwburg. Weet je, en Amstelveen heeft alles. Amstelveen in feite, toch? Alles. Ze hebben een prachtig stadshart. Ze hebben een geweldig winkelcentrum. Winkelcentrum, mooi. En ze hebben een heel mooi modern museum. Nou, nog wel. En toen dachten wij, er is één ding wat je mist in Amstelveen. Eén ding, en dat moeten wij ze gaan geven. Zouden wij kunnen doen? Ja, en dat is een erotisch centrum. Ja, dan verkleuren we het gewoon daarheen. Toch? Even neuken in Amstelveen en daarna ga je weer naar huis. Wel heerlijk. Oh. Op je zwarte fiets. Er was heel veel discussie over. Er moest een plek gezocht worden. Ik, van de zomer stond ik in het Vondelpark Openluchttheater. Ik fiets van het station naar het Vondelpark op een zomeravond. En toen ging het over Amsterdam-Zuid. Amsterdam-Zuid zou het erotisch centrum krijgen. Maar er was ophef. En ik fietste door de Van Baardenstraat. En er hing een vrij groot spandoek aan een huis in de Van Baardenstraat. Waar letterlijk op stond, neuken doe je op de wallen. Dus ik fiets daar langs, ik roep naar boven, speak for yourself, Floris Jan. Oké, nu schiet me weer wat te binnen, maar daarna gaan we weer naar jullie toe, hoor. Er was dit jaar een onderzoek waar het blijkt dat mensen boven de 75 steeds meer seks hebben. Weet je, dus nog 10 jaar en dan ga ik weer. Wou ik even met jullie delen. Nou, ik zou zeggen, dames, u bent gewaarschuwd. Maar goed, laten we eens kijken. Zijn er nog andere dingen? Want dat is een goed verhaal. Vriendschap, fiets, andere dingen die je bent verloren. En alles kan, hè? Wat?
Hoop? Wow, kijk, nu pak je niveau. Ja, nou, dit nu is even... Nu pak je niveau. Maar wat voor hoop? Ik kreeg een screenshot van mijn dochter van NOS Stories. En die zei, papa, alleen maar oorlog. En hoe oud is je dochter? Zij is 20, studeert politicologie. Daar kan je niks aan doen. Nee, maar is ook verdrietig. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee. Nee, nou ja, als andere... Ik zei van de jaren 80 gaan we het ook kut, man. Ja, precies. Dus heel goed. Nee, dat is echt goed. Relativeren is altijd goed. Nee, relativeren is goed. Dat je tegen je zoon zegt, ik neukte vroeger ook niet. Dat is gewoon goed. Dat is echt... Nee, relativeren is altijd een oplossing. Of gewoon een ander screenshot terugsturen met bijvoorbeeld een goed recept. Snap je? Zo kun je er ook naar kijken. Nou ja. Een goed recept? Ja, dat staat in de krant. Wat dan? Je kan de krant lezen met alleen maar oorlog. Of denken, hey, vandaag een beetje zon. Wat een leuk recept. Zo kun je toch ook naar een krant kijken? Want als je alleen met de oorlog bezig bent, ja, voordat je weet, ben je al je vrienden kwijt. Nee, is niet zo grappig. Ik zat er een beetje naast, maar dat geeft niet. Ik doe andere dingen nog. Ik vind dit is het niveau wat wij nog niet gehaald hebben, jongens. Ik mag één zeggen. Ja, ik kom een voorbeeld te geven waar de laatste... Dat je gewoon weet wat er allemaal mogelijk is. Alle niveaus. Want je mag alles roepen. Maar waar in Nijmegen iemand roept drie tenen. Drie tenen? I kid you not. Het staat hier vooraan, toevallig. En dus wij geven die man... Nou, jij bent ik geef attention, I give him audience. Ik geef hem attentie. Ik zeg, hoezo? En voordat ik het door had hij zijn voet op de rand neergelegd. Hij had zijn schoen uitgetrokken en ik zat tegen een sok aan te kijken. Smeertje. Dus ik denk, ik laat Lemmens even een gesprek voeren met een man met twee tenen aan zijn linkervoet. Op dat moment roept de man achteruit de zaal, ik ben onlangs mijn voorhuid kwijtgeraakt. Ja, oké. Zullen we door? Het kan alle kanten. Dus schaam je niet als je schimmelnagels hebt of zo. Zeg het maar. Nierstenen. Ja, allemaal goed. Wat ben je kwijtgeraakt? Maar ook bovenaan. Misschien dat ze wel roepen, dat we het niet horen. Ja. Wat ben je kwijtgeraakt? Maurice Stijn. Laat erop bij zijn. Ja. Maar Maurice Stijn, mensen kijken maar hoe de fuck is dat? Dat is een filosoof die vrij lang... Niemand weet waar die is. Wij noemen hem ook wel de Nietzsche van Amsterdam Zuidoost. Maar ja, hij is weg. Het is klaar. Maar mis je hem? Nee. Oké. Okay. Het is altijd lekker als je iets kwijt bent en je mist het niet. Toch? He? Heerlijk. Maar genoeg over mijn ex. Ja, precies. Ik denk, ik kom hem niet in. Ja, ik wel. Ja. Andere dingen nog verloren, kwijtgeraken, alles kan, hè? Het is niveau van de avond, dus we doen het ermee. Ja. Wat zegt u? De bakker. De bakker? Ja, welke bakker? De bakker in de pijp. Ja, maar hoe heet hij? Nou, ho. Ik kwam maar elke dag. Beste bakker van heel Amsterdam. Beste vriend. Eén ding. Venekamp. Venekamp. Ja, dit is echt bizar. Want of u weet dat of u weet dat niet, maar dat is familie van mij. Mijn oma... Ja, fuck you. Mijn oma... Mijn oma is een Venekamp. Ja, mijn oma is al lang dood. Dat is logisch, want... Nou, lang verhaal. Maar wel logisch. En Venekamp, dat is op de Ferdinand Bol, vlakbij de Centuurbaan. En daar op Driehoog woonde mijn oma. Mijn oma woonde daar. Mijn oma was een van de eerste vrouwen ooit in Nederland die rechten ging studeren... Dat is ook de reden dat ik rechten ben gaan doen. En toen uiteindelijk in wanhoop cabaret ben gaan maken. Het is alleen maar negatief, doodzonde. Maar dit Venekamp is mijn familie. En het is echt kut dat die bakkerij weg is. Want dat is een hele goede bakker en ik heb altijd honger. Ik heb rechten gestudeerd. Ja, wat jij moet doen is je rijbewijs halen. Hè? Mijn rijbewijs? Dat is misschien een goed idee voor je geweest. Wacht even. Het is niet afgepakt of iets. Ik heb gewoon geen rijbewijs. Ik ben een openbaar vervoerreiziger. Dat is wat het is. Ik heb nooit een rijbewijs gehad. Ik mag met Lebbers meerijden. Ik doe het niet. Dat mag, hè? Ik moest laatst naar Denenkamp. Dat ligt in Twente, wist ik ook niet. Ik moest naar Denenkamp een week of drie geleden zonder Lebbers. Want dat ging echt om heel veel geld. Ga dan lekker in je eentje in een bus zitten, man. Hè? Nou, ik ben eerst met de trein gegaan en kom je ergens, weet je wel. Het is alleen maar bananen te eten. Bus naar Denenkamp. En dat is niet echt mijn verhaal, maar ik vertel het toch. En ik moest met de bus naar Denenkamp. En dan zei ze, ja, what the fuck, weet je. Als jullie met de bus gaan in een grote stad, dan ga je naar een bushalte. Dan zie je je bus en heb je een tijdstip, dan ga je met de bus. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Je toch, je moet een bus, dan ga je naar een bushalte, zie je een tijdstip. Dan denk je, bam, kom een bus. Dat is de bus, toch? Nou, de bus naar Denenkamp heeft dus geen tijdstip, maar een datum. Oké, dan heb ik er ook een. Ik ben dit jaar mijn onschuld kwijtgeraakt. Ik ga even een niveautje dieper dan. Mijn onschuld. Kun je uitleggen wat er gebeurd is? Weet je, jij bent bijvoorbeeld je vrienden kwijtgeraakt. En er zijn van die momenten in het leven, dan gebeurt er iets. En dan is het leuke er even af. Dan wordt het, weet je wel, het kan wel weer terugkomen, maar dan is de luchtigheid echt even weg. En dat heb ik dit jaar ook gehad. Want ik ben op een gegeven moment gevallen, gestruikeld. En ik heb mijn ribben gekneusd, zwaar gekneusd. Oké, weet je, dat kan gebeuren. Alleen, het is de vierde keer in mijn leven dat ik mijn ribben heb gekneusd. Maar de eerste keer dat er geen alcohol bij betrokken was.
Weet je, daarvoor was het alcohol-related incident. Ik had niet moeten drinken. Maar nu, als je al gewoon nuchter al struikelt, dan weet je gewoon, je begint oud te worden, papa. Nu is het toch echt wel, weet je, het is toch waar. Zeg maar. Ja, hij moet lachen omdat ik een papa achter. Ik was echt diep onder de indruk. Nee, je was helemaal niet. Hij zei, geef het uit, hij weet niet hoeveel pijn. Ik heb een pijn, jongen. Oh. Ik heb wel nooit, ik zal je eerlijk vertellen. Ik heb een pijngrens, daar zeg je u tegen. Zelfs ik vind dat ik zelf als denk, Hans, kan je daar tegen? Ja, daar kan ik gewoon tegen. Ja. Weet je, nou, hou ik mijn hand bijvoorbeeld boven een kaars, weet je wel. Niet aan of zo, maar gewoon. Oh. Ja, ik heb er zin in. Maar ik... jij wel, maar zij niet. Oké. Okay. Nee, maar ik had zoveel pijn. Ik ga het jullie vooral vertellen, want het is best wel een eng verhaal eigenlijk. Ik had zoveel pijn dat ik kreeg het met paracetamol en Nurofen in de maximale hoeveelheid. Kreeg ik het gewoon niet weggedrukt. Dus toen ben ik naar de noodarts gegaan, weet je, het AMC, weekendarts. En toen voelde hij, en ik schreeuwde het uit. Wat bleek nou? Ik had die spiertjes ertussen, weet je wel, spare ribs, wat je eet. Dat zit hier tussen. Dat had ik gescheurd. En hij zegt, als je je ribben kneust en je scheurt die spiertjes, dat is meer pijn als een kind baren. Hij zei het! Boe, wat nou boe? Ga lekker die arts zitten uitboeien. Heb jij wel eens een kind gekregen terwijl je in ribben gekneusd waren? I don't think so, weet je. Het was een man, hè? Het was een man, ja, moet ik er wel bij zeggen. Ja, dat was een man. Hij vroeg wel aan me, heb je het gevoel dat hij alleen maar boe roepen, kan niet hem even melken. En hele oude grap, maakt niet uit. Maar ik doe alles vanavond. Nee, maar het was echt... Ah, ik ga het vertellen ook. Wat er gebeurde was... Oké, toen kreeg ik voor het eerst van mijn leven opiaten. Ik had nog nooit opiaten gehad. En echt, ik heb er nog een paar over. Lekker. En je gooit ze niet weg. Maar ik had opiaten. Toen lag ik op bed. En het was 2:30. En ik lag zo in, weet je, zo'n schemer. Dat je zo... Ah. En wat er gebeurde... Nee, het was net... Wat er gebeurd was die week... Weet je nog, in het Pentagon, Amerika, waren oorlogsgeheimen gelekt van Oekraïne. En die waren bij de Russen terechtgekomen. En ik lag zo ter half te eilen zo. En toen dacht ik, wat geweldig van Amerika dat die geheimen gelekt zijn. Want, naar de Russen. Want als je weet wat de vijand weet, dan heb je een informatievoorsprong. Ja, want je weet wat de Russen weten. Terwijl de Russen weten niet of het echte oorlogsgeheimen zijn of nep oorlogsgeheimen. Dus je hebt een informatievoorsprong. Dus ik dacht, ze moeten gewoon altijd geheimen lekken. En bij de Russen is het andersom. Weet je, bij de Russen is het andersom. Want als de Russen geheimen worden gelekt naar Amerika, dan straffen ze altijd iemand. En dat doen ze door iemand uit het raam te gooien. Dus als de Amerikanen geheimen hebben, hè, en dan wordt er iemand uit het raam gegooid, dan weten ze, het zijn echte geheimen. Ze hebben iemand uit het raam gegooid. Maar dat weten de Russen. Dus die kunnen ook nep geheimen lekken. Gooi ze ook een paar mensen uit het raam, maken ze geen zak uit. En weet je, de Russen kunnen gewoon mensen uit het raam gooien. En dan moeten de Amerikanen maar kijken waar de geheimen zijn. Weet je wel? Dus ik lag te rukken van de... Ik dacht, En toen dacht ik, de Amerikanen moeten gewoon altijd geheimen lekken. En de Russen moeten altijd mensen uit het raam gooien. Dat kan toch niet? Zo kan de wereld niet in elkaar zitten. Dus ik dacht, 3:30 s'nachts, ik bel Dolf. Dus ik heb Dolf gebeld. Ik sliep! Ja, hij sliep. Het was 3:30 s'nachts. Ja, je nam niet op. Ja, daarom slaap ik. Ja, goed. En toen ben ik naar de computer gegaan met alle pijn die ik had. AI, Artificial Intelligence, ChatGPT. Ik heb het gewoon gevraagd. Ik zeg, moeten de Amerikanen altijd geheimen lekken aan de Russen? Hè? En moeten de Russen altijd mensen uit het raam gooien? Hij was 4 minuten weg. En toen kwam hij terug met het antwoord. Nu kan ik ook niet meer slapen. Ik ben niet bang voor AI. Je spreekt vrij veel mensen, althans wij wel, die zijn bang voor AI. En dan vraag je, waarom ben je bang voor AI? Zeg, ja, artificial intelligence, ik vind het moeilijk uitspreken. Maar los daarvan, mensen zijn bang voor artificial intelligence. Ja. En dan zeggen ze letterlijk, straks wordt de computer slimmer dan de mens. Ja. Ik weet niet of jullie gezien hebben wat wij de afgelopen 50 jaar met de planeet hebben uitgevreten. Ik hoop dat de computer slimmer wordt dan de mens. Dan hebben we nog een kans, denk ik. Dit jaar, stikstofproblemen. Jezus. Er moet gewoon minder stikstof komen, dat snapt iedereen. Heeft Schiphol, hebben ze van boerderijen die gestopt waren, hebben ze de stikstofrechten gekocht en die hebben ze lekker gebruikt om weer door te kunnen gaan met vliegen. Meer vliegen. Terwijl er moet minder stikstof komen en niet dat het gelijk blijft. En nu, want het ontspoort volledig, zijn er varkensboeren met megastallen. Die kopen nu op grote schaal vliegtickets in, zodat ze die stikstof kunnen gebruiken om door te gaan met We zijn fucked, hè? Is toch erg? Er is één lichtpuntje in de hele klimaatcrisis. Dat is Wopke Hoekstra. Ja. Ik had niet verwacht dat ik die zin ooit uit zou spreken. Maar Wopke Hoekstra, u kent hem allemaal als consultant en de man die het CDA ten gronde heeft gericht. Goed bezig, Wopke. Maar Wopke Hoekstra, die blijkt helemaal gek van klimaat. Ik wist dat niet. Het is 2-3 maanden. Ik wist het echt niet. Ik heb het gelezen. Wopke wordt 's ochtends wakker. Klimaat. Meteen. Bam. Voor een klimaat. De hele dag doet hij klimaat, klimaat, klimaat. S'avonds lezen zijn kinderen voor over klimaat en hij droomt van klimaat. Wopke is voor de natuur. Wopke is voor groen. Wopke is tegen uitstoot. Wopke is helemaal gek van klimaat. En als u dat gelooft, sta ik volgende week naakt op de cover van EO Visie.
Weer negatief. Zo jammer. Zo jammer. Je moet er niet aan denken. Niet nodig. Nee, maar niet nodig. Oké, de boodschap die wij willen uitstralen is de boodschap van hoop. Hoop. Hoop, het kan nog. Hoop. Weet je, want we hebben nu ook, weet je, we proberen de anderhalve graad te halen. En we voelen allemaal wel dat het gaat gewoon eigenlijk niet lukken. En toch moeten we blijven proberen de anderhalve graad maximale opwang van aarde. Want het kan nog. Kan het kan nog. Als we allemaal maar één keer per week douchen, één keer per maand vlees eten en iedereen boven de 60 zonder helm op een elektrische fiets. Haalbaar. Haalbaar. Ik vind de elektrische fiets misschien wel het grappigste vervoermiddel van Nederland. Want je ziet vrij veel mensen op elektrische fiets. Dat zijn meestal mensen van een bepaalde leeftijd die in een snelheid zich voortbewegen die net boven hun bereik ligt. En dat is gevaarlijk. Dat is meteen duidelijk gevaarlijk. Dus het kabinet, toen ze nog net missionair waren, hadden bedacht, er komt een helmplicht. En we zijn een land van heel weinig plichten, dat weet je. We zijn een liberaal land en heel vrij. Maar het kabinet bedacht, er komt een helmplicht voor mensen van een e-bike. Ter bescherming. En daar vind je van alles van, dat is oké. Maar er was één man die was zo boos over een mogelijke helmplicht. Die kwam s'avonds op het 8 uur journaal. En ik vind boze mannen op tv altijd leuk. En deze man kwam op het 8 uur journaal. Ik bedoel, Rob Tripp schrok. Zo boos was die man. En die man zei letterlijk, een woedende man, die zei letterlijk, als er in dit land een helmplicht komt, dan emigreer ik naar Duitsland. En dat vond ik grappig. Dat je behoefte hebt aan minder helm in je leven. Dat je denkt, welk land zal ik eens doen? Doe ik Duitsland, ja toch? Ik schreeuw er tegen de tv, hey, de meest populaire jongens na is Helmoet, vriend. Flikker op, man, ga niet werken. Nee, maar kijk, regels zijn ook weer goed, weet je. Voor dit jaar is de genderwet ingevoerd. Dat vind ik geweldig. Goeie wet. De genderwet, en die is, de meeste mensen weten waarschijnlijk niet eens, maar de genderwet betekent iedereen. Dat je op je 16e mag je zelf bepalen wat je in je paspoort wil hebben. Wet. Een emmetje, een veetje. X. Weet je, X-je mag wat ook. Jij wil. Kies maar wat je en wil. Dat vind ik prachtig. Mooie wet. Weet je, en er zijn er toch mensen, en het verbaast me altijd, die er dan op tegen zijn. Die zich daar ongemakkelijk bij voelen. Ja, dat, oh, met het homohuwelijk, weet je het nog? Eerste homohuwelijk, ook mensen. Twee mannen met elkaar trouwen, twee vrouwen, dat kan toch niet? En dan denk ik, je bent al getrouwd. Wat zou het aan jou rotten? Weet je, je hoeft niks. Al gaat er iemand met een pinguïn trouwen? Laat die lekker zijn gang gaan. Weet je, en bij die genderwet is het. Dat snap ik gewoon nou niet. Laat mensen dat zelf bepalen. Maar ze zijn bang. Mensen zijn oprecht bang dat er misbruik van wordt gemaakt. Misbruik. Misbruik. Ze zijn bang dat er dan mensen zijn die bijvoorbeeld bij salarisonderhandelingen een man zijn en afrekenen in een restaurant opeens een vrouw. Dat ze dus dubbele paspoorten hebben. En wat heel veel mensen denken als het over de genderwet gaat, of überhaupt, weet je, als je LHBTIQ en alle letters en shit, weet je. Mensen denken het gaat allemaal over je geslacht en je seksualiteit. Maar het is natuurlijk veel breder dan dat. Het gaat over inclusiviteit. Inclusiviteit, alleen dat woord al, inclusiviteit. Voor dit jaar had je Barbie, de inclusieve Barbie. Inclusieve Barbie. Met kinderen spelen met een Barbie en leren spelende wijs. Dat we er allemaal bij hebben. Een Fertilio Barbie is er. Een Fertilio, dat is als je met je donkere huid hebt met witte vlekken erin. En Barbie met Fertilio. Ja, en een Barbie. Ze hebben ook een Barbie met maar een half armpje. Weet je wel? Hadden we vroeger thuis ook. Ja, nou ja, dat was meer een rompje. Twee rompjes. Een kinderrompje en een Barbie-rompje. En dat was dan de psychopaat tegen de slet. Maar dat je weet, het hoort er ook bij. Het hoort er ook bij. Weet je? Het hoort er ook en ze hebben nu ook een Barbie van 3 kilo. Dat je weet, het hoort er allemaal bij. Het is allemaal goed. En dan denken mensen, gaat het alleen over seksualiteit? Nee, dit is veel breder. Alles wat te maken heeft met gender, dit is veel breder. Ik zal één voorbeeld geven. Het hele verhaal waar wij het over hebben, zie je bijvoorbeeld ook bij Doe Het Zelf. Het hele verhaal waar wij het over hebben, zie je bijvoorbeeld ook bij Doe Het Zelf. Oké, leg ik het uit. Ik zal één voorbeeld geven. Bijvoorbeeld een schroevendraaier. Dat kent iedereen, een schroevendraaier. Iedereen weet, een schroevendraaier, als je die rechts omdraait, dan draai je hem erin. En als je hem links omdraait, dan draai je hem eruit. Dat is een schroevendraaier. Simpel zat. Maar ik heb thuis dus een non-binaire schroevendraaier. Ja, en die werkt precies andersom. Dus als je die rechts omdraait, komt die schroef eruit. Wat voor die schroef ook heel verwarrend is, heb ik gemerkt. Maar ik vind het een prachtig product. Als je toevallig morgenmiddag tijd hebt, ja, als het heel druk is bij de karwei, 3:30, 4... moet je aan die vakkenvuller vragen, joh, heb je voor mij ook een non-binaire schroevendraaier? Heb je een leuke middag. Ik was dit jaar in de zomer was ik in Engeland. Ik was daar in Lake District. Ik heb een campertje. Ik heb een leuk campertje. Houten campertje. De hele zaal denkt nu, we zijn er bijna, toch? Maakt me niet uit. Ik ben het aftellen maar heel langzaam. Maar ik was daar, ik had enorm naar mijn zin. En ik ben dit jaar eigenlijk een beetje opnieuw verliefd geworden op Engeland. Ik zal je uitleggen waarom. In Engeland, er is een wet. Dat wist ik tot voor kort nog niet. Er is een wet en die heet Right of Way. Recht om te gaan. In Engeland mag je eigenlijk overal wandelen.
Weet je, ook in Nederland, in bijna alle Europese landen heb je van die landgoederen, omdat de koning moet jagen en dat wordt allemaal afgezet, weet je wel. Dat bestaat daar eigenlijk niet. Je hebt gewoon overal recht om te wandelen. Ze maken daar wandelpaden soms dwars door graanvelden heen. Gewoon omdat je mag daar nou eenmaal komen, weet je wel. En dat is heel fijn, heel vrij gevoel. En ik maakte dat mee, want ik loop elke ochtend hard. 3 kwartiertjes gewoon vind ik lekker, weet je. Een beetje lekker loslopen, prima. En ik deed het daar ook. En toen dacht ik op een ochtend, ik neem even een ander weggetje. Want je kan overal lopen. Ik ga eens even een keertje rechts om een keer. Dus ik ga zo op een public footpath ging ik op. Ik kwam een beetje tussen de schaapjes terecht, prima. En ik was lekker aan het lopen. En op een gegeven moment dacht ik, waar ben ik eigenlijk? Ik had even niet door waar ik was. Ook, het was heel bevolkt, ik kon me niet goed oriënteren. Dus ik ben een heuvel opgerend. Bleek achteraf 350 meter hoog, maar het ging heel soepel. Ja, dat is best, weet ik ook wel. Het is best wel een forse heuvel. Maar het ging lekker, man. En ik weet je wel. Ik ging lekker omhoog, had een goede temperatuur. En ik kijk zo vanaf die heuvel. En ik zie Ambleside liggen. Daar stonden we vlakbij in de buurt. Dan was daar een meertje wat ik kende. En wat boerderijen. En ik wist, als ik daar zo tussen naar beneden zeil, dat komt goed. Dan kom ik echt wel terecht op mijn campertje. Dus ik ga naar beneden. En ik kom uiteindelijk terug bij mijn campertje. En mijn vriendin was in alle staten. Ze was gewoon, ze zegt, waar was je nou? Ik zeg, wat bedoel je? Ze zegt, je bent 2 uur en 10 minuten weg geweest. Ik zeg, nee, dat kan helemaal niet. Ik heb een beetje omgelopen misschien dat ik een klein uurtje weg ben geweest. Maar dat kan gewoon niet. Nee, zegt ze. En het bleek waar te zijn. Ik was 2 uur en 10 minuten wezen rennen. En wat er gebeurd was, dat was, ik heb dus daar een runner's high gekregen. Dat bestaat echt. Vroeger liep ik nog marathons. En had ik het vaker, omdat je weet, joh, als je veel traint, maak je dat vaker mee. En wat er gebeurd is, dat je loopt zo lekker, dat je gedachteloos, dat je lichaam het vanzelf doet. Je komt in een soort flow. En ik had 2 uur en 10 minuten gelopen. En ik zweer het je, ik had het al 15 jaar niet meer gehad. En ik kwam bij die camping aan. En ik dacht, ik kan nog een uur. Kan ik? Terwijl ik... Ja. Dat is toch prachtig? Ja. Ja, ik vind het prachtig. Ik zal ook uitleggen waarom ik het zo mooi vind. Omdat Lebbes verdwaalde, maakte hij iets mee wat hij anders nooit meegemaakt zou hebben. Nou, ja. Daarom vind ik het een mooi verhaal. En wat ik ook wel mooi vind, als je zo in de loop van de avond kijkt, dat je elkaar steeds beter leert kennen. Weet je wel? Aan het begin had u nauwelijks een idee wie Lebbes was en wie Jansen. En nu heb je toch een soort van contact gemaakt. Vind ik leuk. En nou, één voorbeeld. Wij zijn dus allebei hardloper. Weet je wel? Dat weet je nu. Wij zijn allebei hardloper. Allebei op ons eigen niveau. Maar ik maak ook dingen mee. Dat wil ik dan ook vertellen. Was ruim een week geleden, begin vorige week, was het maandag, wat eigenlijk altijd aan het begin van de week zit. En ik was thuis. Ik was thuis vorige week maandag. Ik was thuis omdat de schoorsteenveger kwam. Eén keer per jaar komt de schoorsteenveger bij ons. Heel kort gezegd, we hebben een houtkachel. We hebben een houtkachel, hartstikke leuk. Die gebruiken we trouwens nooit. Want je hebt altijd mensen in de omgeving die hebben astma of andere klachten. Vind ik vervelend om dan hout, weet je. Maar we hebben die houtkachel met een schoorsteen. En 1 keer per jaar komt de schoorsteenveger. En vorige week maandag was het weer zover. Daarom was ik thuis. Want verder zijn we constant onderweg. Maar ik was thuis voor de schoorsteenveger. En die kwam. En ja, ik kan je vertellen, hij was vrij snel uitgeveegd. Want we gebruiken die kachel nooit. Dus simpel gezegd had die man opeens een half uur over in zijn schema. En dat half uur, dat besloot hij door te brengen met mij. Wat verder oké is, ik denk, zolang je met zijn zwarte klauwen van mijn witte shirtje afblijft, heb ik nergens last van. Dus je hebt opeens een gesprek volledig onverwacht met een schoorsteenveger. Daar ben je vrij snel over uitgepraat. Maar hij bleek ook hobbyboer. Die man, hij noemde het zelf hobbyboer. Hij woonde in Garderen, randje Veluwe, en had een kleine schaapskudde. 30 schapen. Dus die man vertelt mij alles over het leven als een schapenboer. Over 30 schapen, dat ze allemaal een naam hadden, allemaal een wollen trui, allemaal leuke verhalen. En wat hij ook vertelde, op een paar punten kwam de blauwtong. Dat is een virus, en dan gaan schapen van dood. En die man vertelde met oprechte emotie dat hij soms 's ochtends bij zijn kudde kwam. En dan waren er 2, 3 dood van de fucking blauwtom. Dus ik heb opeens een gesprek met een man over zaken die spelen in de agrarische sector. Dat is hartstikke goed. Weet je, als je mij een beetje kent, dan weet je misschien, ik heb wel vaker contacten met de agrarische sector. Maar dat is toch meestal in de bedreigende sfeer. In dit geval had ik een leuk gesprek over schapen. En het werd nog groter, want zijn buurman, Garderen, zijn buurman had 1000 schapen. Serieuze schapenboer. 1000 schapen, Veluwe is groot. En die man vertelde op een paar punten dat de wolf kwam. De wolf kwam ergens van de zomer. En die wolf die pakt een schaap, vreet die op en verdwijnt weer. Dus die man komt bij zijn kudde. Die denkt, dat is wel kut voor mijn schaap. Maar ja, die wolf had honger, ook de natuur is oké. Maar sindsdien, vertelde deze man mij, komt de wolf 4, 5 keer in de week. En altijd bij hun 2 kuddes. En grijpt soms 5, 6 schapen. Hij bijt ze dood, eet ze niet eens op en verdwijnt op de fucking Veluwe. Dus ze waren het een beetje zat. Die buurman zei op een paar punten, we zijn toch op een beschaafd land, toch? Wij beschermen toch dieren, toch? We hebben toch een dierenbescherming en Dion Graus. Zullen we nu even de schapen beschermen? Zullen we even die paar wolven afschieten, dat wij gewoon verder kunnen met ons leven? En er zat wel wat in. En ik realiseerde me, daarom vertel ik het. Ik had een heel gesprek met iemand die ik anders nooit zou spreken. Het ging in dit geval over de agrarische sector. En wat ik er zo mooi aan vind, en toen ik het Lebbes stelde, voelden we dat.
als het je zou lukken om vaker te praten met mensen buiten je eigen bubbel, buiten je eigen vriendenkring, buiten wat dan ook, dan leer je shit. Ik weet zeker dat er in jouw omgeving mensen zijn die hebben gestemd op een partij waarvan jij denkt, ik had het niet gedaan. Dan kan je denken, fuck you, ja? Of je kan denken, waarom? Wat is het verhaal? Waar ben je bang voor? Waar gaat het over? Voer dat gesprek. Wij weten zeker, als je gesprekken voert buiten je eigen bubbel, ook al ben je er helemaal tegen, je gaat dingen leren, je gaat dingen horen. En dan verandert een land omdat je luistert naar andere mensen. Daar zijn we zeker van. Het mooiste was, de dag later, hè, dinsdag, vorige week dinsdag, waren we in theater. En ik zeg letterlijk tegen Lebbes, ik heb gisteren een gesprek gevoerd met iemand uit de agrarische sector. En hij kijkt me aan en hij zegt, nou, dan zie je er nog heel behoorlijk uit. En dan hoor je dit intro. En afijn, voel de emotie om je heen. Dit is wat het is, toch? Ach, dat is theater, Lebbes. Dat is theater. Ja, dit is waar je het voor doet. Lieve mensen, als wij een leuke avond hebben, dan eindigen we het allerliefst in samenzang. En wij vonden dit een hele leuke avond, dankzij jullie. En dus we eindigen in samenzang. Dit nummer is ongeveer 28 jaar geleden geschreven. Het heet Nooit Meer Terug. En jullie tekst in deze is ook Nooit Meer Terug. En gezien de avond tot nu toe, verwachten wij er heel veel van. Heel veel. Ik geef het aan, maar met z'n allen, komt die Lebbes. Het is weer december, het jaar haast voorbij, zien we nooit meer. Ja, ha? Niet onverdiend. Dit is fucking goed. Ja, dit en dan met z'n allen en twee keer zo luid. Ik voel hem, Lebbes. Het is weer december, het jaar haast voorbij, zien we nooit meer. Oh, ja. Jij dacht, Lebbes en Jansen, dat was toch een tijd, zien we nooit meer. Lebbes is klaar voor de vrouwtjes. En Jansen op wedstrijdgewicht. En op 1 januari voelt u de spijt. Zien we nooit meer. Prachtig. Op de schouders van reuzen, Wim de Bie, Paul van Vliet. Zien we nooit meer. Gecremeerde kroket, dat zeg je toch niet. Zien we accountant van de Floriade, de planner van Transavia. Erwin Olaf gaf beelden van lust en verdriet. Zien we nooit meer. Prachtig en tweestemmig, ik vind het mooi. Die vogel van Twitter voorgoed uitgetweet. Zien we nooit meer. De tepel die u graag op Instagram ziet. Zien we Jan Smit mag geen voorzitter wezen. Straks gaat hij weer zingen, mijn God. De verzuchting, wat is dat? LHBTI zien we nooit meer. Prachtig. Zo heb je een fatbike en zo heb je niks. Zo heb je Van Moof en zo heb je niks. Zo heb je een verkenner en zo heb je niks. Zo ben je Tom Egbers en zo ben je niks. Zien we nooit meer. Een gay op Goeree, over Flaké. Zien we nooit meer. Mia zingt zuiver, Dion zingt dat mee. Een stage bij Jack van Gelder in bad. Gerrit Hiemstra verdwijnt in de stijgende zee. Zien we nooit meer. Zien we nooit meer. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. Niemand heeft een glazen bol, ik heb een glazen ruit. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. En wat geweest is, is geweest, het maakt me dan toe weinig uit. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. Poetin! Poetin wordt transgender met een hele mooie pruik. Wilders maakt excuses voor zijn onderbuik. Rutte wint de slimste mensengeheugen, dat blijkt op. En weet je wie een vierling krijgt? Nee, Douwe Bob. Ik kijk vooruit,
ik kijk vooruit. Sommigen doen koffie dik, ik doe het zelf met fruit. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. Overal is herrie, verderop een fraai geluid. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. Kerst. Met kerst is het talenten in de Franse Alpenwijn. Wie wil skiën koopt een sneeuwkanon en glühwein voor erbij. De boer verkoopt zijn vrouw, ze heeft een stikstofoverschot. En Omtzigt is geen leider, Omtzigt is de zoon van God. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. Ga met ons ten aanval, volle kracht vooruit. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. En als je blijft verdwalen, kom je vast wel ergens uit. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. Ik kijk vooruit, ik kijk vooruit, ik kijk vooruit. Dankjewel, fijne avond. Ja. Paul en Henk en de mensen van het theater. Dank jullie wel. Ja. Dank je wel. Dank je wel. De Olympus. Dank je wel. Tot volgend jaar.